Merg en bloed. Een boek van Ina van de Weijer. Uitgegeven in 2002 door uitgeverij Affijn. Ingelezen door Ina van de Weijer. Anana werd geboren. Haar moeder kreunde en huilde. Sloeg wild om zich heen en dreef met een lange kreet Anana haar wereld uit, de wereld in. De vrouwen namen de pasgeborene aan. Ze mompelden en murmelden onder elkaar. Een van hen sneed de streng door. Een andere rolde de baby in een pels en wou ermee naar buiten. De moeder hapte naar adem en probeerde haar ritme terug te vinden. Er was nog een werk, de nageboorte. Toen zag ze hoe de vrouw met de bundel probeerde weg te komen. Nee, zei ze, een jongen. De vrouw schudde het hoofd en wou haar weg voortzetten. Blijf staan. De moeder schoot overeind, geriste het kind uit de armen van de vrouw en drukte het tegen zich aan. Een jongen, siste ze. Zo doorbrak ze het eerste taboe. Zo werd Anana een jongen. Zo werd Anana gered. De vrouwen keerden zich van de moeder af en lieten haar achter met het kind. De moeder gaf zich over aan de volgende pijngolf en hielp zichzelf. Het kind keek met wijd open ogen toe. De man hoorde de kwade boodschap. Om de schande die hij in de ogen van de andere jagers las uit te wissen, snelde hij meteen naar de geboortegrot. Hij sloeg de vrouw die het kind onder haar pelzen verborg. Het schijnt dat de vrouw een kind van het vrouwelijke geslacht geboren heeft laten worden. Het schijnt. En zolang de vrouw leeft, zal ook haar vrouwelijk nageslacht leven, sprak ze rustig. De man wist dat hij weer op jacht moest gaan naar een andere vrouw, als hij deze vrouw en haar misgeboorte doodde. Zonder haar zou zijn ongeluk nog groter worden dan het nu al was. En ze had hem vroeger goed gediend, warm gehouden. Hij sloeg haar hard, zodat ze het buiten hoorde. De vrouw gilde hard, zodat iedereen het kon horen en er nog lang over gesproken zou worden. Het kind bleef buitengewoon stil. Het kind bleef buitengewoon stil. Altijd was het in de buurt van de moeder. De moeder was streng als er anderen bij waren. Het kind paste zich aan en nam alles zwijgend in zich op. Wanneer ze alleen waren, maakte de moeder het kind vertrouwd aan vrouwelijke taken. En het leerde overleven in barre omstandigheden. De lange, zonloze winter met alleen een witte, lichtende maan was een veilig nest. Intussen ging de man op jacht naar zeehonden, vossen of een zeldzame ijsbeer. De zomervoorraad bleek elk jaar voldoende. Vaak was de man alleen weg. De schande dreef hem naar de open vlakte. Soms bracht hij een deel van zijn buit naar de andere sneeuwhutten. In ruil daarvoor kreeg hij respect en een slaapplaats bij een andere vrouw. Over het taboe sprak niemand. Het kind werd doodgezwegen. Dicht bij de moeder en alleen van haar leerde het kind. Woorden. Woorden die niet gebruikt mochten worden. Woorden die geheimen bevatten. Taboewoorden. Woorden die magisch waren als ze uitgesproken werden. Woorden die niet gebruikt mochten worden, vooral niet in het bijzijn van de man. De man was bang voor woorden of misschien voor de vrouw die ze sprak. De moeder leerde het kind nog veel meer. Ze maakte kleine voorwerpen uit alles wat ze vond om het kind de kennis van het grotere bij te brengen. De moeder leerde het kind een umiak bouwen. Een vrouwenkajak van zeehondenhuid. Umiak, de buik van de vrouw in het water, zei de moeder. Ze leerde haar hoe ze de honden in toom moest houden. Hoe ze de korte zweep moest hanteren. Ze leerde het kind hoe het een poolvos in een wal moest vangen en villen. Ze leerde het kind het schraapmes gebruiken om huiden soepel te krabben.
De benen naald diende om kleren te naaien en waterdicht te maken. Het taboekind werd opgevoed als een zoon die de moeder nooit zou baren. Het kind leerde vaardig met harpoen en met het vrouwenmes omgaan. De oeloe, het vrouwenmes, snijdt rond. De harpoen spiest zoals een man, liet de moeder zien. Het taboekind leerde met een gretigheid die meer met wanhoop en haat dan met overleven te maken had. Ook het webspel leerde het. Met een dunne reep leer weefde de moeder figuren tussen haar twee handen. Het kind nam een figuur over tussen haar eigen handen en maakte er weer een andere figuur mee. Moeder en kind weefden tussen hun handen herkenbare afbeeldingen van wat ze om zich heen zagen. Ze hoefden de dingen geen woorden te geven, omdat ze plots ontstonden tussen hun handen die elkaar aanvulden. Zo weefden ze werelden van dieren en sterren, manen en huizen, mensen en een man. Het kind overtrof alle andere kinderen van de nederzetting in snelheid, sluwheid en behendigheid. De moeder moest het kind dicht bij zich houden, anders zou de nederzetting het buitensluiten. Het taboekind herinnerde hen pijnlijk aan de tientallen andere, minder fortuinlijke drachten. Er waren geen andere meisjes van haar leeftijd. In tijden van hongersnood overleefden dochters niet. De moeder droeg het kind op zo weinig mogelijk met andere kinderen te praten, en als het kon helemaal niet met hen te praten, zoals zij zelf deed. Vrouwen hadden weinig of niets te zeggen. Vooral een vrouw met een taboekind en het taboekind zelf konden beter hun adem voor woorden inhouden. Alleen de wijze man in Menak mocht de geesten aanspreken, de rituelen volbrengen, de droomwereld bezoeken, erover vertellen en waar zeggen. Bij de geboorte kreeg elk kind de naam van Imenak. De naam van een overleden familielid of een overledene uit de clan, zodat het kind samen met de naam ook de goede eigenschappen van de afgestorven overnam. Een Inuk, een mens, bestond uit een lichaam, een adem en een naam. Dit kind niet. Het had geen naam. Zonder naam was het geen Inuk. Ze noemden het de zwijger, of de sprakeloze, of het taboe van de moeder. Een levend gezwel. Men vermoedde dat het kind niet kon spreken en dat na de geboorte zowel de penis als de tong waren doorgesneden. Tenminste, dat dachten de andere kinderen van de clan. Eens gingen de moeder en het kind naar Imenak, de ziener. Imenak was geen jager, hij was een krijger. Hij streed met de geesten die er waren, maar die niemand zag behalve hij. Hij won onmogelijke gevechten, sprak in vreemde talen, vond de poorten naar de andere werelden en betrad ze. Hij kwam ongedeerd terug. Zij die hem om raad kwamen vragen, bleven nooit ongedeerd. Bij wie vroeg, trad de verandering altijd snel in. Of de vrager stelde een vraag en Imenak gaf het antwoord, of de vrager ging ten onder aan de vraag. Zelfs Imenak moest buigen voor machten die sterker waren dan hij. Ajor Namat, het zij zo. Eens gingen de moeder en het kind naar Imenak. De moeder duwde het vreemde kind voor zich uit, het huis van ijs binnen. Imenak zat naakt op de grond. De traanlamp brandde met geurige mossen. Het kind nam de geuren in zich op. De blonde zonnekleuren rond de man, rond Imenak. Het kind nam de ogen van Imenak in zich op. Ogen die haar op hun beurt waarnamen. Met dezelfde ogen zag het kind hoe de moeder en de man, Imenak, samen lagen. En de geesten namen bezit van hen, met stamelende en kreunende stemmen die vochten en tegen de wanden van de ijshut botsten. Het kind keek toe en zag de ogen van Imenak. Kort, maar dwingend, en keek toe. Ook lang nadat de ogen van Imenak niet langer de ogen van Imenak waren. De moeder kleedde zich aan terwijl het kind zich ontfermde over de traanlamp.
Het zij zo, sprak Immenak, en hij vergat het kind aan te kijken. Het vreemde kind bleef het mikpunt van de pesterijen en de gemene spelletjes waaraan kinderen zwakkere instinctief onderwerpen. In die dagen waren er enkele jongens die de hongersnood overleefd hadden, Orfik, Toekak en Lovek. De oudere jongens gingen al met de jagers mee. De kleinste zaten nog bij hun moeder onder de pelzen. Vooral Lovek hield ervan om de sprakeloze te jennen. Hij bootste het jachtspel van de grotere jongens na. Met stenen joeg hij het kind als een hertenkalf op. Orfik en Toekak deden mee. Nieuwsgierig als hij was, wou Lovek weten of de sprakeloze een tong had, of de zwijger kon huilen of lachen. Hij bekogelde haar langdurig. In het begin liet ze een korte krijs horen. Later kwam er geen geluid meer over haar lippen als de stenen haar hart troffen. Ook in de zomermaanden hield het kind de zware pelzen aan, haar panzer tegen de verraderlijke aanvallen. De zwijger werd de snelste loper. Door de sneeuw en over het ijs vloog ze, zodat haar achtervolgers het snel moesten opgeven. Op een dag draaide ze zich naar haar belagers om. Ze mikte de platte kei tussen de ogen van Lovek. Het bloed van een wenkbrauw droop in zijn ogen. Hij gilde en schreeuwde en stampte op het ijs van woede en pijn. De sprakeloze keek toe en verroerde zich niet. In de nederzetting werd met ontzetting over het voorval gefluisterd. De wijze Immenak verzorgde de wond van Lovek uitstekend met modder en mos, en na een halve maan bleef er geen enkel spoor meer achter. Maar de haat broeide. Toen bond de man zijn honden voor de slee als voor een verre reis. Al hun bezittingen laadden ze op de slee. Er was geen mens buiten de sneeuwhutten om hen na te kijken toen ze vertrokken. Het gebeurde in de tijd van het jaar dat er geen nacht meer is, in de uren van de morgenster, als de sneeuw op haar best is. Het kind liep naast de moeder achter de slee en keek naar haar op. De ogen van de moeder keken verlangend naar de sneeuwwitte vlakte, die wijd open lag, en naar de lichtende nevels in de verte. Even leek het of ze glimlachte. Zonder de bescherming van de nederzetting doolde ze rond, het wild achterna. De honden moesten gevoed, de voedselvoorraden waren beperkt en de dagen ongemeen hard. Op hun tocht door sneeuwstormen, over gletsjers en langs diepe kloven kwamen ze geen andere mensen tegen. De weinige sneeuwhutten en schuilplaatsen waren verlaten en spaarden hun tijd. Ze hoefden vaak zelf geen hut te bouwen. Het licht werd sterker en de man trok er niet meer met de honden op uit. Hij ging te voet naar de ijsrand, op jacht naar zeehonden. Eens trok het kind haar sneeuwschoenen en de zware overkleding van pelzen aan. Uit de wapenvoorraad van de vader pakte ze een benenweerhaak. De moeder reageerde niet. Het kind volgde de sporen van de vader in de sneeuw. Ze vond hem bij de ijsrand. De jager zag het kind naderen. In zijn hand hield hij de dodelijke harpoen. Als hij het mes wou gebruiken, moest hij zijn handschoenen uittrekken om precies te zijn. Met grote ogen kwam het kind dichterbij, zonder angst. De jager had al één ademgat in het ijs vrijgemaakt. Op enkele stappen van het gat bleef het kind staan. Jager en kind keken elkaar met dezelfde verbeten donkere blik aan. Gefascineerd dwaalde haar blik af naar het trillende riet boven de dobber. Ze zoog de adem in, kort en snel. De jager gooide de harpoen. Snel haalde hij de zeehond aan de lijn naar boven, trok de handschoen uit en sneed het dier met een felle haal van het mes de keel over, zonder het bloed in het gat te laten lopen. Toen hij klaar was met de eerste zeehond en opkeek, zag hij hoe het kind even verderop over een ander ademgat gebogen stond. Hij zag de weerhaak in haar hand. Hij liet haar begaan. Als het kind beet had, was het erop of eronder. Het kind of de zeehond. Zo is het leven, zo is de jacht. Vele gedachten bezochten het kind terwijl ze bij het ademgat stond te wachten. Beelden in haar hoofd, beelden van haar moeder, van de nederzetting die ze achtergelaten hadden,
van de kinderen die wel een naam hadden, van de honden waarmee ze dolden. In haar hoofd herhaalde het kind alles wat ze geleerd had. Het webspel met een eind leer, zoals het met haar moeder gewoon was te spelen. Elke draad van het web kon ze naar zich toe trekken, en daarmee alles wat ze van haar moeder geleerd had. Zoals ze de zeehond naar zich toe zou lokken, die zich onder het ademgat schuilhield. Het kind had het andere eind van de lange lijn rond haar eigen lichaam gebonden, om nog meer weerstand te kunnen bieden als de zeehond dook. Ze knelde de lijn met haar twee handen vast. Hoeveel webben ze in haar hoofd gesponnen had voor het water rimpelde, wist ze niet. De beelden kwamen en gingen, een lange wolkerij van gedachten, tot de zeehond opdook. Het werd ijswit in haar hoofd en koud. Een witte ijskoude hitte explodeerde in haar lichaam en zorgde ervoor dat de weerhaak het ademgat inschoot. De haak kwam achter het oogbeen van de zeehond vast te zitten. De zeehond rukte en verdween onder het ijs, waardoor haar lichaam schuin over het ademgat werd getrokken. De lijn stond strak, haar pink raakte gekneld en brak af, bloed spoot over de sneeuw. De sprakeloze gaf geen kik. De lucht in haar longen werd afgesneden en het leek alsof haar kleine lichaam doormidden brak. Tot een voet haar opzij duwde, de vader de lijn overnam en de zeehond met enkele flinke rukken naar boven trok. Hij doodde het dier snel en vakkundig, sneed de lijn door zodat het kind weer kon ademhalen en keek naar het bloed in de sneeuw. De pink van de ene hand was weg. De jager besliste dat een buit van twee zeehonden een goede vangst was en genoeg om te slepen. Bovendien zouden de andere zeehonden waarschijnlijk opgeschrikt zijn door de bewegingen boven het ijs en zich niet meer vertonen. Tenminste niet meer op die plek. Zonder woorden bond hij een touw om zijn middel met aan de andere uiteinden de zeehonden. Hij zeulde ze naar hun kampplaats. Het kind liep vooruit en was als eerste bij de sneeuwhut. De moeder stelpte het bloeden, likte de wond en verbond het gat. Toen de jager aankwam, kookte het water en stond de moeder klaar met haar oeloe om de zeehonden te versnijden. Alleen de beste delen werden nu gegeten. Het kind kreeg van haar moeder een stuk van de sappige, bloeddoorlopen lever, die nog lauw was. Het deel dat alleen de jagers toekomt. Het kind keek naar haar omzwachtelde hand. De jager nam het stuk vlees aan en stak het eigenhandig in haar mond. Er werd geen woord gesproken. Het kind hield het stuk vlees tegen haar tanden, proefde, kauwde met tegenzin, at. De golvende pijn in haar hand was verschrikkelijk. Na het eten ging het kind liggen op de slaapplaats. Er was een web bijgesponnen in haar hoofd. Een afschuwelijk web. De beelden kwamen steeds terug in haar hoofd, steeds sneller. Ze kon de draden niet ontwarren. Daarom was er bloed, haar bloed, telkens als ze de beelden niet kon herkennen. Bloed. De moeder kroop bij haar kind en fluisterde het oeroude verhaal. Ze fluisterde, want de jager luisterde mee. En hij zou geen woord van het verhaal missen, ook al trok hij de pelzen over zijn oren. Hij was bang voor de woorden van de moeder, voor de magie die elk woord opriep. Het was de angst van de jager om verzwolgen te worden door wat hem te boven ging. En de moeder fluisterde het verhaal over Nula Yayuk en de eenzame visser. Rond het ijs is de zee, wonderlijk en vreselijk. De zee leeft en in haar leven de zeedieren. De walvis, de walrus, de zeehonden, de vele vissen, de schelpen. Allemaal zwemmen ze in het ijskoude water. Ze zijn de schepselen geschapen uit Nula Yayuk, de godin van de diepte. Nula Yayuk, de ontzaggelijke, beloont de mensen van het land met voedsel uit de zee. Zonder haar zegen faalt de jacht en verhongeren de mensen. Nula Yayuk leefde in de zee in een grote ruïne van welvisribben.
De zeedieren zwommen vrij en onbezorgd om haar heen. Bij de ingang van haar walvishuis zat een angstwekkende hond die elk bezoeker naar de keel vloog. Het verhaal wil dat ze eens een vrede vader had. Omdat het beeldschone, ijdele kind de giften van de jagers weigerde en hen afwees, gooide de vader haar van de rotsen. Beneden zonk ze, diep in het ijskoude water van de zee. Zeewieren en mosselen nestelden zich in haar lange, zwarte haren. De getijden golfden over haar lichaam en haar vlees rotte weg. Op haar witte, benenschedel groeiden zeepokken en algen. Eens waagde een eenzame visser zich in die ijskoude wateren. Hij gooide zijn netten uit. De touwen zonken diep en kwamen vast te zitten achter de ribben van het skelet. De visser lachte toen hij de vangst uit de diepte optrok en dacht, dat is een grote vis. Hij haalde de lijnen naar zich toe. Aan het wateroppervlak verscheen de angstaanjagende voorkant van het doodshoofd. Ontzet gooide de jonge man het vrouwenlichaam terug in zee en hij roeide zo hard hij kon naar de oever. Maar het skelet van Nulihayuk was verstrikt in zijn netten en zo snel als hij roeide, zo snel trok hij haar achter zich aan. Toen hij aan land kwam, haastte hij zich naar huis. De skeletvrouw volgde hem. Eindelijk bereikte hij zijn hut. Hij zulde zijn visgerei naar binnen en met het gerei de skeletvrouw. Hij huiverde en schreeuwde het uit toen hij merkte dat hij haar in huis had gehaald. Maar ze bewoog niet en bedreigde hem niet en na een tijdje hervond hij de kalmte. Hij maakte vuur, at wat vis en wierp een steelse blik op haar. Misschien kwam er een tederheid over hem, misschien een soort moed waarvan hij niet wist dat hij die in zich had. Hij keek naar het afzichtelijke wezen, zo hulpeloos verstrikt in de netten, bij de flikkerende olielamp. Hij voelde medelijden en begon het te ontrafelen, been voor been, rib voor rib. Uiteindelijk lagen alle beenderen van de vrouw op de grond. Hij legde haar lange vingers bij haar borstbeen. Hij legde haar witte schedel op pelzen en raakte uitgeput. Hij viel in slaap op zijn bed. De skeletvrouw zag alles. Zo lang geleden was het dat ze het warm had gehad, dat ze bij een vuur had gelegen. Ze voelde een tinteling van leven in zich. Ze bewoog haar vingers, verschoof haar voeten. Ze stond op, stram en moeilijk, en liep naar de plaats waar de man sliep. In zijn ooghoek zag ze een traan. Misschien huilde hij in zijn slaap om de skeletvrouw zonder vlees. Misschien huilde hij om zijn eigen eenzaamheid of droomde hij een barre droom die zij niet kon peilen. De skeletvrouw keek naar de traan en dacht, zo lang geleden is het dat ik nog gedronken heb. Ze boog zich over het gezicht van de slapende visser en likte de traan op. Ze dronk en dronk, want haar dorst was oud en diep. En toen ze genoeg gedronken had, zocht ze het gedroogde vlees dat ze kon vinden bij elkaar en at, want zo lang geleden was het dat ze zich gevoed had. Toen mijmerde ze weer boven de slapende man. Ze legde haar slanke benen hand op zijn borst en voelde het kloppen van zijn hart. En zij, die gevoed was en van zijn menselijke goedheid gedronken had, liet de warmte van dat ritme in haar oude, koude beenderen stromen. Met elke hartslag veranderde ze. Ze reikte naar zijn grote kloppende hart en vond wat ze nog meer nodig had. Donkere ogen, een zachte huid, borsten en brede heupen zoals vrouwen die hebben. Toen ze volledig was en niet langer koud had, ging ze naast de slapende man liggen. Toen de man wakker werd, vond hij een mooie vrouw naast zich. Van dat moment af leefden ze samen. Overbodig te zeggen dat hij een vermaard visser werd. De skeletvrouw, die zo lang in de diepte van de zee had gewoond, kende immers de plekken waar het meeste vis zwom. De moeder sloot haar verhaal af. Ze vermoedde dat de jager nog wakker was en ging bij hem liggen. Het kind hoorde hoe de jager haar moeder tot zich nam, hoe hij haar snel en behendig naar zich toe trok, hoe de opwinding haar spoor trok. De golvende pijn in haar hand was verschrikkelijk. Het kind ijlde in haar slaap, brabbelde en stootte kreten uit.
Met ontzag luisterde de vader naar de geesten die zijn hut en zijn hoofd vulden. Toen ze eindelijk wakker werden, keek de moeder toe hoe de vader wachtte tot het kind zich aangekleed had. Hij wachtte en aarzelde en deed lang over zijn routinehandelingen, tot het kind klaar was. Het kind gloeide van de hitte die haar lijf vulde en even later van haar bonte parka. Zwijgend nam ze de reserveharpoen aan van de jager. De moeder bekommerde zich om de lamp en maakte zich klaar om de huiden van de twee zeehonden te looien. Het kind begreep dat ze geen taak meer had in de iglo. Ze werd waarvoor ze geboren was, jager, jongen. De reden van haar bestaan dreef als een hete waarheid door haar buik. Ze volgde de vader en alles wat hij haar voordeed. De moeder van alle levende wezens, diep in het donkere water, had haar teruggegeven aan de wereld. Ze was opnieuw geboren. De jager en het kind bleven nu langer op het ijs, voor ze naar de ijshut terugkeerden. Als er een sneeuwstorm opstak, hakte de jager een scherm uit de sneeuw of schuilde ze achter opgehoopt ijs tot de storm luwde. Daarna stonden ze, krom van de kou en het geduld, weer over de ademgaten gebogen. De jager had voor het kind een harpoen met een anker uit een kariboegewei gemaakt. Zo hoefde ze haar lichaam niet te gebruiken als ze een dier wou vangen dat sterker en groter was dan zij. De jacht bij de ademgaten eindigde toen het zeeijs begon te smelten. De twee jagers hadden een grote buit binnengehaald, een volle maansomloop lang. Het leek of het offer de grote moeder in de wateren gunstig gestemd had. De moeder kon het nauwelijks bijhouden. Zij verwerkte al het vlees en schraapte de huiden. De jager bouwde een tweede, sterkere hut met stenen om de voedselvoorraden in op te slaan en het vlees te laten besterven. Zoals de gewoonte het wou, maakte hij een cairn, stenen opgestapeld in de vorm van een mens, zodat ze de voedselvoorraad later zouden terugvinden. De wond heelde snel en goed, maar het kind voelde tijdens het lange wachten, tijdens de bezige stiltes in de hut, hoe de verloren vinger wou meedoen. Ze zag hem niet, maar hij was er wel. De honden waren wel doorvoed en lui. Na het breken van het zeeijs was voor hen weinig werk, behalve de witte beer met het jong opjagen. Er was één hond waarmee het kind vriendschap had gesloten. Sinds de jager en haar moeder samensliepen, was het kind vaak alleen. Ze sloot zich af. Achterblijven kende ze, zonder dat de moeder het haar geleerd had. Achterblijven hoorde bij haar, van de dag van haar geboorte af. Ze dacht aan het woord van de wijze Imenak, dat ze gehoord en in zich opgeslagen had. Ayornamat, het zij zo. Ze vermeed het de jager en haar moeder aan te kijken. Ze zocht die ene hond, een teef. Een kruising tussen een wolf en een van de beste leidershonden van de jager. De jager stond toe dat het kind de nabijheid zocht van de schichtige teef met de bijna witte pels en de gele ogen. Hond en kind vonden elkaar in een blik, een gebaar, in de zwijgzame vrouwelijke onderwerping die ze allebei kenden. Toen de teef loops was en belaagd werd door de andere honden, snelde het kind toe om tussen beiden te komen. Ze probeerde de rekels af te houden, maar de teef onderwierp zich aan de leider van de groep. Ze paarden. De teef keek steels naar het kind alsof ze wou zeggen: dit is geen verraad, dit is zoals het zijn moet. Het kamp werd opgebroken. De jager gebruikte zijn honden nu als lastdieren. Zonder ijs konden ze de zware sleeën niet meer trekken. Moeder en kind droegen hun deel van de pelzen, het huisraad en de wapens. Er was geen onderscheid meer tussen dag en nacht. Het donker had plaats geruimd voor de zusterzon, die steeds krachtiger werd. Enkele maansomlopen lang zou ze niet uit de lucht wijken. Tijdens de ijsmaanden waren ze geen enkel andere klan tegengekomen. De moeder hield zich rechter, ze werd trotser, sterker. Het kind zag hoe de vader de einder afspeurde naar andere clans, andere jagers. Om zich met hen te meten, om het ritueel van de jacht te volbrengen.
om getuigen te hebben van zijn gevechten tegen de ronddolende demonen in de lucht, in het water en op het barre land. Omdat er geen sjamaan in de buurt was, kon de jager de voortekenen niet herkennen. Hij had de eenzame jacht op de witte vlakte nooit gevreesd, omdat hij altijd terug kon naar de clan. Maar nu boezemde de jacht hem angst in. Er was geen weg terug. Hij moest alleen verder, de trek van de caribou's volgen naar de vlaktes waar ze hun kalveren wierpen en hun voedsel vonden. De tocht was taai. Het kind zwoegde onder de last van de pelzen. Insecten en vlooien deden zich aanhoudend te goed aan haar bloed. Ze stopten in het volle licht wanneer het tijd was om de honden te voeden. Dan sloegen ze hun kamp op en sliepen. Of ze zochten een grot die beschutting bood, of stapelden stenen om een kuil en spanden er huiden overheen. De moeder kookte bloedsoep met kruiden die ze vond op open, drassige plekken. De jager bleef dicht bij de rivieren en de meren om de honden van voedsel te voorzien. Vis was beter dan taaie huiden, beter ook dan een van de honden te moeten opofferen als voedsel voor de andere dieren. Vreemd genoeg was er geen tekort. Het kind en de moeder visten mee. Het was de enige voedselvoorziening waaraan vrouwen mochten meewerken, verwant als ze waren aan de grote moeder in de onmetelijke diepte. Hoewel het warmer werd, zag het kind dat de kracht van de jager afnam. Ze waren nu al vele stopplaatsen onderweg en nog steeds was er geen spoor van de grote kuddes. Het kind hield haar wolfshond bij zich. Wanneer de jager weg was, kon ze ermee spelen. Alleen bij de hond hoefde ze niet op haar hoede te zijn. Alleen door de teef voelde ze zich niet afgewezen. De jager sloeg de tent op en beval de moeder een huishouden in te richten. Het kind voelde dat ze stopte voor de wolfshond, haar hond. Het was de tijd van de maan van de caribou's, wanneer de caribou's naar het noorden trekken om hun jongen te werpen. De teef mocht in de tent van huiden. Ze kroop er jankend met gebogen poten en ingetrokken staart in rond. De ogen van de wolf kenden de binnenkant van de tent niet en het dier moest de hitte en de scherpe geur van de traanlamp trotseren. Dicht bij het kind ging ze liggen. De jager en de moeder bekommerden zich om hun taken. Het kind bleef bij de teef toen ze haar jongen wierp. Het dier jankte en kreunde en wrong zich kort in bochten, alsof de geesten van de wolf snel voorbij vlogen. Eén voor één stoten ze de welpen af. Ze likten ze droog en vergat het kind, de jager en de moeder. In die tijd kwamen andere jagers bij de tent aan en kreeg het kind weer een andere naam. Zij met één pink, de hoedster van de welpen. De andere jagers, drie vingers in getal, met hun vrouwen en kinderen, volgden hetzelfde spoor. Ze sloegen hun tent op naast de tent van de jager toen de teef haar jongen wierp. Zes vingers in getal. De jager nodigde de gasten uit in zijn tent, waar de moeder haar voorraden gekookt had. De vrouwen hielden zich op de achtergrond, terwijl de mannen in een cirkel nieuws uitwisselden. Ze praten en praten, en telkens als de jager aan het woord was, luisterden ze vol ontzag. Deze man had het ijs en de kou immers alleen overwonnen, zonder dat de natuurgeesten hem overmeesterd hadden. De andere gezinnen vonden hem een geschikte leider. De moeder glimlachte en bood de anderen zeehondenvlees en soep aan. Het kind waakte over haar wolfshond en zorgde ervoor dat de andere kinderen niet te dichtbij kwamen. Het kind droomde tussen de welpen en de teef die de hare was. Ze droomde een vreemd geluid dat aanzwol in haar hoofd, alsof een wolk vogels om haar hoofd klapwikte. Ze droomde dat ze sliep in het witte wollen gras onder de caribou-maan. Ze sliep en hoorde geluid. Het zwol aan. Zoals de golven van de zee tijdens de vogelmaanden, klotste het geluid tegen haar oren en het drong haar hoofd binnen. Ze droomde dat ze sliep en in haar slaap zag ze caribou's in de mist opdoemen. Zoveel had ze er nog nooit samen gezien. Even voelde ze angst, tot ze merkte dat ze bij een hoop stenen lag. De caribou's zouden om de stenen heen lopen in plaats van zich erop te pletterstorten. Ze bleef liggen
wachtte af en sliep. Het gestamp van de hoeven liet de polle glas opstuiven als sneeuw. Het stof van de grond wolkte als een dichte mist. De kariboes stormden om de steenhoop heen. De dieren bleven komen. Eén stroom adem uit briesende snuiten. Eén kloppend groffel, zoals toen, toen hun bloed uit haar hand vloeide. Nu voelde ze geen pijn. De kudde was voorbij. Ze droomde dat ze wakker werd. Ze stond op en keek de kudde na. Onder de stenen naast haar zag ze de schedels en beenderen van jagers, wit tussen de met vogelmest bedekte zwarte stenen. Zij met één pink werd wakker en onthield de oogholten in de schedels, hard als de stenen die haar beschermd hadden. De jager en de moeder maakten zich klaar voor de reis. Een van de andere gezinnen had een grote baardrob kunnen verschalken en riep iedereen bij elkaar om te eten voor de tocht. Eten voor de tocht. Praten voor de stilte. Kijken voor de ogen elders keken. Naar het wijde land. Ze zorgde voor de welpen van haar teef. Terwijl de teef ingespannen werd, rolde ze de welpen in huiden, legde ze op de slee en hield ze in de gaten. Zelf liep ze naast de slee, zoals de andere kinderen naast de slee van hun gezellen liepen. Zij met één pink ging niet in op de uitnodigingen om te spelen tijdens de eetpauzes. Ze wist niet meer hoe ze moest spelen, of kende de spelregels niet, of herinnerde zich de afloop van het spel. Eén keer maar had ze gewonnen, vroeger, met het bekende gevolg. De jagers zagen de hoop stenen het eerst. Eerbiedig zwijgend liepen ze in een wijde boog om het graf heen. Zij met één pink herinnerde zich de oogholten. Een angst die leek te leven, omknelde met honderden armen haar brandende longen. Met een schreeuw viel ze in een donker gat. Zij met één pink kon ternauwernood aan de wurgende haren van de moeder van de zee ontsnappen. Toen ze haar ogen weer opende, zag ze de haren van haar moeder. Uiteindelijk bracht de moeder de boodschap van het kind over aan de mannen. Ze ziet een grote kudde kariboes onze richting uitkomen, hierheen, naar deze plek. Vol ontzag maakten de mannen zich op voor de jacht. Ze slepen de pijlen, spanden de bogen en richtten hun verwachtingen naar de waanzin van dat vreemde kind. Rond de nederzetting wierp de vader een barricade van stenen op, omdat men nooit kan weten, omdat de geesten overal zijn en nergens, maar er wel zijn, omdat de geesten gerespecteerd moeten worden, en het moesten machtige geesten zijn als ze zijn kind uitverkoren hadden. De jagers kozen een engte waarnaast de stenen op elkaar stapelden tot kerns. Elke stenen kern was een zwarte ijsman, leeg en onoverwinnelijk. De kerns leken ijskoud te wachten. De jagers lieten haar ongemoeid naast haar zwarte stenen. Af en toe keken ze vlug naar het kind dat zich afzijdig hield. Ze stelde haar geen vragen. Even had zij met één pink weer het gevoel dat ze een band had met haar moeder, dat ze met haar over de droom had gesproken, over woorden die werelden kunnen oproepen. Zij met één pink bleef samen met de teef Arna in de nabijheid van de schedelplaats. Ze wou er niet van wijken. Van een kariboegewei maakte ze een boog. Kleiner dan de bogen van de jagers, maar onmiskenbaar een boog. De teef had de beenderen geroken. Ze krapte verwoed tussen de stenen om erbij te komen. Eén losgerukte steen legde de hand van een skelet bloot. Zij met één pink zag de volmaakte hand van een jager, met alle vingers er nog aan. De beenderen waren gebleekt. Ze vergeleek haar hand met de skelethand en nam de vingerkootjes weg die zij zelf miste. Arna rookte kudde het eerst. Ze jankte en huilde en maakte de andere honden alert. Ook zij roken nu de aanstormende geesten in de verte. Het eerste wat de jagers zagen was de enorme stofwolk die op hen afrolde. De jagers gaven de honden bevelen. Zelf stelden ze zich achter de twee rijen manstenen op om vandaar de kariboes in het nauw te drijven. Ze zouden de afgezonderde dieren neerleggen met hun pijlen. Elke pijl zou een dier treffen. Ze zouden geen pijl verliezen.
De vrouwen en kinderen verschansten zich achter de barricade in de schaduw van de schedelplaats. De kinderen op de grond gedrukt voelden het gedreun van de vele hoeven trillen in hun buik. Het was als een sneeuwstorm. Alleen waren de grond en de stofwolken grijs en het geluid bulderde als de dondergeest. In hun hinderlagen voelden de jagers een hete moordlust in zich opkomen. Ze werden wild als het wild. Ze werden jagers in de jacht, vlees tegen vlees. De jacht was rijk aan dieren. Zij meteen Pink keek terug op haar droom. De vingerkootjes bengelden aan het leren lint op haar borst. Wat ze in de droom niet kon, maar nu wel, was ruiken. De kariboes ontbonden in geuren. Ze rook de geur van bloed, wee en zoetig. De geur van scheurend weefsel. De scherpe geur van ingewanden. De slijmgeur van vocht. De ranzige geur van vet. De prikkelende geur van zweet. De geur van kracht. De geur van de dood. De gezinnen maakten één groot vuur. De magen van de kariboes werden in het vuur gegooid. De gezinnen sneden ze open en aten het grijsgroene mos op. Ze slurpten het lauwe merg uit de holle beenderen. Zij met één Pink at niet. Ze kon de geuren proeven. Later, toen de jagers en de vrouwen samen lagen, rook zij met één Pink nieuwe geuren. De geur van de reu en de teef, de verzengende geur bij Imenak lang geleden. De geur van haar vader en haar moeder, niet eens zo lang geleden. De geur smaakte naar pijn en kracht en een wegen not. De uitzinnige geur van rotting en dood en geboorte. De kinderen speelden het spel van de gezinnen. Ook zij namen deel aan het vruchtbare voedselfeest. Ze imiteerden de volwassenen. Ze speelde mannetje en vrouwtje, zoals kinderen dat doen. Zij met één Pink ging met haar hoofd op de rug van de teef met de jongen liggen, ver van het feest. Daar vond een van de jagers haar. Zij met één Pink had hem geroken voor ze hem zag. De geur van zweet, zijn slijm vermengd met dat van de vrouwen, de stank van de dode kariboes die hij meevoerde. De man zag alleen het kind, een teef in zijn ogen. Hij zag niet dat ze een dromer was. De man zag alleen het kind, een teef in zijn ogen. Hij zag niet dat ze een dromer was. Hij greep haar bij het vel dat ze droeg en trok haar overeind. Hij schoof de robbenhuid opzij. Zij met één Pink was naakt en aan hem blootgesteld. Ze voelde zich als Arna, met de roze spenen. De man was naakt, zijn lid opgericht. Hij hijgde. Zij met één Pink werd hard en rood. Haar web sloot zich met gladde, platte stenen in haar buik. Ze zag de zwarte andere ogen en de hete gloed erin. De adem van de man rook. Arna gromde. Zij met één Pink werd op haar knieën gedwongen met zijn gewicht op haar. Hard als de stenen ronderen waren haar knieën. Hard als steen haar benen en armen toen ze de grond raakte. De vingerbeentjes rilden tegen haar huid. Toen klonk de stem van haar moeder, hard. Ze heeft nog geen bloed. De man verstarde. Achter hem stond ze. Om haar heen de andere jagers. De man ging er vandoor als een hond, met de staart tussen de benen. Arna keek hem lang na, voor ze haar kop op haar poten legde. Het duurde lang voor de hardheid week, en zij met één Pink kon slapen. Het vlees van de kariboes werd versneden om te drogen. Zij met één Pink zweeg toen het vlees droogde. Ze zweeg toen de repen droog vlees geregen werden. Ze zweeg toen ze de man van de schedelplaats zag. Ze keek naar hem en in haar ogen brandden woorden, een gloed. Er was geen pijn. De man voelde de blik en rilde. Hij was bang. Ze had hem aangeraakt. Hij had moeten weten dat zij met één Pink een taboekind was. En hij was doodsbang. Uit een van de geweien van een zelfgekozen mannetjeskariboe sneed ze een figuur. Eerst kerfde ze het hoofd, daarna de armen. Laag na laag schraapte ze het been af. Elke haal van haar mes was traag.
en hard. Ten slotte sneed ze het opgerichte lid, grotesk blootgesteld. Toen was de toepilak, de amulet, klaar. Eenmaal had haar moeder haar betrapt met de toepilak. Ze vroeg dat het kind de woorden niet hardop zou uitspreken, niet waar de anderen bij waren. Van die dag af speelde de moeder het webspel niet meer. Zij met één pink werd gerespecteerd en gevreesd. De kinderen van de andere gezinnen lieten haar links liggen. Bovendien was ze altijd in het gezelschap van de wolfshond. Toen het kariboevlees opgeslagen was, volgden de gezinnen het brede spoor, bijna tot aan de geboortegronden van de reusachtige kudde. Onderweg zou de kudde de rivieren oversteken. Bij de rivieren zouden de gezinnen hun volgende kamp opslaan en de terugkeer van de kariboes afwachten. Ondertussen konden de gezinnen vissen en nog meer voorraden opslaan voor zichzelf en voor de honden tegen de tijd dat het weer winter werd. Nog meer gezinnen kwamen naar de waadplaats van de kudde kariboes. Vissen waren er in overvloed. Scholen zalm scholden samen achter de dammen die de mannen opgeworpen hadden. Er werd niet geslapen onder de altijd aanwezige zusterzon, behalve na het eten, waarna het vangen van vis weer een aanvang nam. De kinderen legden de vissen te drogen op de grote vlakte. Ze schermden ze af tegen de grijpgrage muilen van de honden. Zij met één pink zag de gapende wonden, bloedrood. Eén grote vlakte vlezige wonden. De man van de schedelplaats verloor langzaam maar zeker zijn zinnen. Hij zag mistige geesten opdoemen in de wolken. Boven de opspringende vissen achter de dammen zag hij de oergeest van de raaf met de grijpende klauwen. Hij hoorde het geschetter van de meeuw en het geluid sneed in zijn oren. Hij zag de vlucht kraaien in de lucht. Het werd hem zwart voor de ogen. Ze doken naar hem en rukten zijn ogen uit hun kassen. In zijn armen en benen voelde hij de scherpe beten van wolvenmuilen. Het zwarte monster zou hem aanraken en als het zwarte monster hem aanraakte, zou hij zelf zwart worden en sterven. De slagtanden van Anouk de beer scheurden zijn darmen uit zijn buik. Hij stond machteloos tegenover de woordeloze vloek die het taboekind over hem uitgesproken had. Zij met een pink gaf de toepilak, die ze gekerfd had uit het gewei van de mannetjeskariboe, aan Arna en keek er niet meer naar om. Arna kauwde erop. Het opgerichte lid brak. De man werd waanzinnig. De maanman, siste het kind naar haar moeder. Ja, de maanman, het zij zo, knikte de moeder. Ze verborg haar blik voor de anderen. De maanman, de meest gestrenge, overal aanwezige geest, had gestraft en tot zich genomen wat van hem was. Niemand hielp de man, bang als iedereen was, voor de machtige geesten die bezit van hem hadden genomen. Men kwam niet tussen beiden in een gevecht tussen geesten en een mens. Zeker niet als de maanman die geest was. De maanman nam bezit van het lichaam dat eens aan de jager zonder ziel had toebehoord. Anunnak, de geest van de storm, woedde vervolgens in zijn lichaam. Zijn lichaam vocht een hopeloze strijd in zijn lijf. De man sneed zijn eigen ontzielde lichaam open. De buidel darmen gleed uit zijn lijf door zijn handen. Hij legde de darmen om zijn eigen hals en gilde zijn laatste adem uit. Niemand durfde nog zijn naam te noemen. Het kind reageerde niet als iemand naar haar keek. Ze keek naar iets in de verte. Er lag een glimlach op haar mond. De geur van ingewanden vulde de nacht nog vele slaaptijden lang. Zij met één pink was geen kind meer. Ze had nooit voluit gelachen. En nu klemde ze de tanden op elkaar. Iedereen begreep dat ze nooit een kind was geweest. Was dat omdat ze nooit een naam had gekregen? Omdat ze verschillende geesten en hun adem bezat? Ze werkte met een oneindig geduld verder aan de boog waaraan ze begonnen was, voor ze de dodelijke toepilak gesneden had. Ze werkte eraan tot de boog door haar handen gleed, glad als de vingerkootjes om haar nek. De boog koos een doel.
Waar mensen en dode kadavers waren, zwierven wolven en vossen rond. Zij meteen Ping kon ze ruiken, zonder ze te zien. Ze wachtte geduldig haar moment af. Ze vertrouwde op het instinct dat haar dreef, op de scherpe haat die haar wilskracht als een pijlpunt sleep. Ze wachtte tot de gezinnen sliepen tijdens de hondenuren, wanneer de zusterzon het laagst aan de horizon staat. Die schemering tussen twee horizonnen was haar moment. Ze rook de wolf. Hij was alleen, een eenzaad. Arna rook hem ook, maar deze wolf was van haar. Ze bond Arna vast aan een touw onder de stenen. Hij is van mij, beval ze. Het moet zo zijn. Ze was nooit bang, zei meteen Pink. Niets meer sinds ze de grote moeder recht in de ogen had gekeken en de kracht van die blik in zich had opgenomen. Er waren weinig plaatsen waar de wolf zich kon verstoppen. Deze wolf kende eenzame plekken waar niemand hem vinden zou, maar zij wel. Het doel van haar pijl moest een mannetjeswolf zijn. Ze mocht hem niet sparen. Een mannelijke ziel voor een mannelijke ziel. Zo wou de grote moeder het. Ze liep weg van het kamp naar de opslagplaatsen onder de stenen waar de visvoorraden bewaard werden. Daar zou zijn neus en zijn begeerte naar uitgaan. Ze rook hem. Een mannetje, ongetwijfeld. Hij had vast zijn vanen opgezet om de honden af te schrikken. Haar kon hij niet afschrikken. Toen ze hem ontdekte, bewonderde ze zijn sluwheid. Laag tegen de grond schuilde hij en hij liet haar dichterbij komen. In de ijle schemer vlamden zijn gele ogen als gloeiende stenen. Jij of ik, dacht zij meteen Pink. Ze wou niet dat de wolf op zijn hoede was en verborg wat ze van plan was. Ze putte vastberadenheid uit haar haat. Hij kon haar niet ruiken. Een prachtexemplaar, bijna net zo wit als Arna haar teef. Hij was haar gelijke. Toen ze dichtbij genoeg was om zelfzeker te richten, spande ze tergend langzaam de pees met de pijl die ze voor hem had uitgekozen. De wolf kroop achteruit zonder haar uit het oog te verliezen. Hij ontblootte zijn vlijmscherpe tanden. Zijn hele lijf was nu klaar om te vluchten. Eén aarzeling en ze kwam te laat. De pijl trof het beest tussen de ogen. Zieltogend bleven de lichtende ogen haar aanstaren tot de gloed doofde. Een laatste stuiptrekking schokte door zijn perfecte lijf. In de verte huilde Arna lang en hoog. Zij meteen Pink trilde over haar hele lichaam. Het was volbracht. Haar haat smolt onder de klimmende zon. Ze trok de pijl uit de schedel, boog zich over het warme lijf en stroopte met haar oeloe de pels af. Het vlees liet ze achter voor andere roofdieren. Het was haar prooi en zij gaf aan wie zij wou geven. De vacht van de wolf met de gele ogen hing ze op bij de tent van haar moeder, zodat zij die zou vinden en zou weten dat haar kind haar een offer bracht. Toen legde zij meteen Pink zich te slapen bij Arna, haar teef, in een nacht die geen nacht was. In die nacht die geen nacht was, reisde zij met één Pink in een droom. Ze had een penis opgericht naar het wild dat ze voor zich uitdreef. Een onbekend genot gaf haar vleugels, en met de vleugels van de raaf volgde ze onvermoeibaar en ritmisch golvend de bewegingen van het wild. De caribou's vluchtten voor haar uit naar waar zij het wou. Ze overzag in haar vluchtomgeving en dreef de kudde rustig maar dwingend naar een punt. Daar streek ze neer en schoot haar pijlen af. Zij en de andere jagers dwongen het wanhopige wild op de knieën. De moeder keek toe en stond klaar. En met haar oeloe maakte ze het wild af dat ze zag neerzijgen, het ene na het andere dier. Het zij zo, zei de moeder verontschuldigend, voor ze het mes in de kloppende hals van elk dier liet dringen.
Het bloed stroomde uit de scherpe snee en werd opgevangen in holle huiden. Het was de nacht waarin zij met één pink in haar droom en in de wereld haar eigen bloed liet vloeien. Zij met één pink bloedde. Haar bloed bevestigde eindelijk dat ze een mens was, een meisje. Het was ook haar offer voor de vele dieren die zouden volgen. Ze gebruikte geen magische woorden meer. Zij met één pink tekende in de harde grond. De rivier tekende ze en de plek waar de kariboes zouden oversteken. Goed, knikte haar moeder. Goed, knikte de vader. Het zomerkamp schoof een rivier op. Arna zwom in het heldere water en haar pups proesten van de kou. Meer clans sloten zich bij hen aan. Er werd over haar gefluisterd. De pasgevormde plan bleef uit ontzag bijeen. Zij met één pink beschouwde ze als hun sjamaan. Een van de nieuwelingen was Lukak, de man met de bruingele ogen. Zijn vrouw droeg zijn derde kind. Hij snoof de geur van bloed op. Haar bloed. De geur wond hem op. Hij deelde een droom met zij met één pink. En die droom vond plaats in een andere wereld en ging als volgt. Zij met één pink lag tussen de slaaphuiden en sliep. Of sliep niet. Ze bezocht de tent van Lukak en op dat moment kwam Lukak naar buiten. Het licht was gulzig, terwijl alle anderen sliepen die niet bezocht werden, die even zonder leven waren. In die wereld keek zij met één pink naar Lukak. De pijn en de onrust golfden door haar, terwijl zij met haar vinger over zijn ontblote borst streek. Met de vinger die ze niet had. Lukak voelde overal op zijn lichaam wat er niet was en ging in op het tekort dat ook het zijne was. Zij met één pink raakte hem aan, daar waar hij dacht dat alle gevoel geweken was, daar waar pijn schroeide, maar waar geen pijn kon zijn. Zij met één pink zonk op haar knieën. Ze snoof aan de man zoals ze de honden aan haar wolf had zien snuiven. Alleen begreep ze nu de blik van de teef achter haar. De geur en het kloppen van haar bloed, zelfs in de vinger die er niet was, was sterker dan zijzelf. Lukak spon draden om haar heen. Ze zoog aan zijn neus en likte zijn oor. Hij snoof in de holtes van haar armen en haar benen en opende haar bekken. Ze gilde en werd wakker, meedogenloos teruggezogen naar de tent en de huiden en het zweet dat op haar huid parelde. Haar moeder herkende de lust van de droom aan haar ademhaling. Even voelde ze lust in haar eigen lichaam, daar waar ze haar kind gekoesterd had. Aangedaan draaide ze zich om en sliep weer in. In de andere tent kreunde Lukak en hij voelde hoe de lucht zich mengde met de warmte van zijn lichaam. Hij verkilde en verschrompelde en het duurde lang voor hij de wezens losliet die zich in de dierenhuiden verzameld hadden. Stilzwijgend beleefde zij met één pink en Lukak kort daarop in werkelijkheid de droom die ze gedeeld hadden. Lukak begeerde de vrouw uit zijn droom meer dan hij bang voor haar was. Hij dacht niet aan angst. Hij snoof in de holtes van haar armen en haar benen en opende haar bekken. Zij met één pink beet haar laatste traan weg en dook diep naar de moeder van alle levende wezens tussen het slijm en het vocht, terwijl Lukak zichzelf redde, zonder het te weten, en terugkeerde naar de wereld van de jacht. Hij sneed en het bloed vloeide. Zij met één pink zoog de adem in haar lichaam, dreef als een drenkeling op een immense vlakte vol licht en opende haar ogen. Ze wist dat ze zwanger was. De eeuwige moeder onder de aarde had het offer van haar bloed aanvaard en leven teruggegeven. Maar pas na 4 seizoenen, zoveel als ze vingers had, aan haar ene hand. Zij met één pink ging voor haar moeder staan. Er is een lichaam in dit lichaam. Dit kind draagt een foetus. De adem van de vader stokte. Welke jager zorgt voor voedsel voor dit kind? Vroeg hij. Haar vader, die altijd voor haar en haar moeder ging jagen, wou weten welke jager bij zijn dochter gelegen had. Er is een lichaam in mijn lichaam, zei zij met één pink hard. Ze weigerde meer te zeggen.
Ajornamat, zei de vader berustend. Hij keek haar aan en was nog het meest bang voor de vrouw in zijn kind. De moeder ging door met wat ze aan het doen was en keek niet meer op. Na die ene nacht met Lukak deelde zij met één pink de hunker van de man niet meer. Ook Lukak had ondertussen het verhaal over de waanzinnige jager van de schedelplaats gehoord. Zij met één pink bezocht hem alleen nog in zijn dromen. Lukak vreesde dat zij met één pink ook hem uitzinnig zou maken en wou dat hij haar uit zich weg kon wissen. Als hij haar in zijn droom zag, leek ze op de wraakgodin Nulejajuk onder water. Haar haren verstrikt in algen en wieren, wachtend tot hij ze kwam kammen. Waarna ze zijn ziel leegslurpte en hij waanzinnig achterbleef. Toen hij ontwaakte, riep hij als een drenkeling die naar lucht hapt en water braakt. De vrouw van Lukak wist dat zij met één pink haar jager beroerd had. Ze had hem aangeraakt. Nu haatte Lukak zichzelf en de lust die hem dreef. Hij mocht het taboe niet weer doorbreken of ze zou hem blijven bezoeken in zijn droom, of zou hij de wraak van Nulejajuk onherroepelijk gewekt hebben. De zwaarte in zijn hoofd verminderde toen Lukak merkte dat zij met één pink hem negeerde. Het was haar manier om hem duidelijk te maken, dit is geen verraad, dit is zoals het zijn moet. De jager Lukak begreep het en genas. Niemand stelde vragen over de zwellende buik die zij met één pink zonder woorden meedroeg. Iedereen koesterde achting voor haar. Ze gingen haar niet langer zij met één pink noemen, maar Anana, wat moeder betekent. De foetus in Anana's lichaam leefde intens zonder het te weten. In haar kokon deinde ze op de golfslag van het leven. De foetus voelde de hitte van het moederlichaam en leerde geleidelijk de materie om zich heen kennen. Ze wist niets, opgenomen als ze was in de grote rust van de levende moederzee. De foetus rolde zich tot ze perfect was en zoog samen met de voeding het oneindige web van de moedermaterie in zich op. Gulzig, niet wetend dat er een scherm komt dat snijdt. Een wit scherm dat de foetus afsnijdt en in het web op het witte scherm dringt. Gulzig en niets wetend was ze één met Anana. Anana wist zichzelf veilig, zichzelf en de ander in haar. Het is tijd om de umiak te maken, zei ze tegen haar moeder. Ze droegen de huiden om ze te laten ontdooien. Ze lieten de huiden drogen. De vader boog de baleinen voor de boot. Hij leerde haar knopen leggen en de laatste peggen slaan. Er is geen man die schaamte kan dragen, zei hij hard. Schaamte bederft de eetlust van een jager, zei Anana. Ajornamat, zei haar vader. Hij gaf het op. De moeder humde het lied voor de zeegodin. Werp ons gezonde jongen toe. Onverbiddelijke vrouw van de zee, werp ons gezonde jongen toe. De moeder kauwde de naden van de pelzen soepel. Anana naaide de naden waterdicht aan elkaar. De huiden moesten perfect om het skelet van de kano passen. Het etensritueel onderbrak het kauwen en het naaien en de slaap. In het naaien en het kauwen van de moeder en de dochter herhaalde zich het woordeloze webspel dat ze vroeger gespeeld hadden, tot er een nieuw web opdook, schichtig als de grondeekhoorn bij de eerste dooizon. Om Anana lag een sluier van nevel waarin ze zich terugtrok. Ze zag spiegelingen, als op een warme zomerdag, spiegelingen die een vervormde wereld over de wereld leggen. Tot de twee werelden samenvallen. Anana bezat de kracht van de sjamaan. Anangaib, de vrouw van Lukak, wacht op haar man. Heeft hij de baard erop verschalkt? Zei de moeder aarzelend. En ze doorbrak zo de sluier van nevel. Zeg haar niet te wachten. Lukak is een groot jager, hij komt met buiten terug.
Anand Gaib komt voor de bloedsoep. Geef haar vlees mee voor de kinderen, antwoordde Anana. Anand Gaib kwam voor de bloedsoep en begon over Lukak. Er is genoeg te eten tot hij terugkomt. Hier zijn stukken vlees, voor de dagen van zijn afwezigheid, herhaalde de moeder wat Anana voorzegd had. 2 dagen later was Lukak terug, met 2 baardrobben. Na Anand Gaib kwam Iduna. Een slechte geest bezocht haar kind. Het kind had koorts. Anana zei haar moeder Iduna te zeggen dat ze gesmolten zeeijs uit haar eigen mond in de neus van het kind moest spuiten. Het kind genas. Na Iduna volgden de andere vrouwen. De moeder vertelde Anana vooraf over hun toestand. Haar moeder wist alles over de klan. Haar vader bracht meer buit mee voor de gasten die om Anana's raad vroegen via haar moeder. De vader van Anana genoot weer het aanzien van andere jagers. Dat hoorde zo. Zijn dochter bezat de kracht van de sjamaan. Zij lokte de dieren naar de dapperste jagers. De jagers kwamen terug met veel buit, genoeg om alle monden langer dan een winter te voeden. En toch was haar vader bang voor haar en de kracht in haar. Hier woont een sjamaan. Ze spreekt met de geesten. Zij spreekt met Nulayuk, gonsde het in het kamp. Ayor Namat, het zij zo. Nulayuk, de grote moeder, strooide haar dieren gul over de ijsvlakte. Verhalen trillen door de aarde zoals ijs kraakt in water. Verhalen bereiken mensen zonder woorden. Gevoelige oren vinden hun weg naar het verhaal. Zo kwam er een vertellersjamaan naar het kamp, om er een winter lang te blijven. De jagers vertelden hem het verhaal van de zwarte stenen en de schedels, en het verhaal van zij met 1 pink, Anana, de zwangere. De verteller, Kakiwak, was de gast bij de belangrijkste jager van het kamp. Hij was de gast in de sneeuwhut van Anana's vader. Meteen begeerde hij de zwangere, en hij begeerde zijn grootste angst, Nulayuk, de machtige. Anana was voor Kakiwak de mooiste, de meest mysterieuze. Haar donkere ogen waren drijvende diepte. Haar huid glom als ivoor. Ze had volle maansborsten die trots overeind stonden. En ze deelde het leven van de jongens en de meisjes in de sneeuwhut niet. Ze bleef bij zichzelf, onaanraakbaar, een beeld. In de verteller rook Anana Amarok, de wolf. Ze streelde haar gladde boog met haar verminkte hand. Ze aaide de vacht van de wolf die haar haat gebroken had. Kakiwak zag het tergende vredegebaar en wenste dat die hand nooit zijn gezicht zou aanraken. Hij was bang en zijn begeerte werd ondraaglijk. Hij volgde de dagen van Anana op een veilige afstand en bleef in haar buurt. Hij wierp zijdelingse blikken op haar daden, vooral wanneer ze met woorden waarzegde. Tijdens de wintermaanden, als de maan manzegen vierde, was het donker. Zonder licht kon niemand de waarheid zien en de waarheid werd verteld in verhalen die een oude wereld opriepen. Een wereld waarin mens en dier met elkaar konden praten. Een wereld die voorafging aan de grote taboes. De vertellersjamaan vertelde in de grote sneeuwhut waar alle jagers, hun vrouwen en hun kinderen bij elkaar zaten om in de oude wereld het donker buiten te vergeten. De kinderen speelden spelletjes op de grond. De volwassen mannen vochten hun vetes met elkaar uit in vredekrachtmetingen. Achteraf werd er gelachen en de pijn van de kneuzingen deed de ruzie vergeten. Kakiwak zat in het midden van de sneeuwhut met zijn drum in zijn handen. Iedereen was er, niemand wou het donker alleen in zijn iglo doorbrengen. Kakiwak zag en noemde hen bij hun namen, terwijl hij op de drum met het vel van de baard erop sloeg. De doffe slagen klonken als de namen van de mensen in de sneeuwhut, de namen van grote jagers, van Itlaut en Lukak, van Anana's vader,
de namen van de vrouwen en de namen van de kinderen. Hij gaf de pasgeborenen zonder naam de naam die hun toekwam, zodat ze in Nuuk zouden worden. De aanwezigen werden rustig van kakiwaks geroffel. Diep drong het door in hun lichamen in de sneeuwhut. Ze wiegden in transe mee. Kakiwak bespeelde de geesten als één groot web. Anana herkende het web en sloot zich er vooraf. Ze wist wat er zou volgen. Er hing magie in de sneeuwhut. De woorden van Kakiwak weer klonken. In de tijd dat de Inuk en de dieren dezelfde taal spraken, leefde er een man op een eiland. Agunta was een groot jager en een krachtig visser. Na de dood van zijn vrouw aanbad hij zijn enige dochter, die de schoonheid van zijn vrouw had. De jager voorzag zijn dochter van het beste voedsel van het land en de zee. Zijn dochter Nulayuk groeide op tot een trotse, onuitspreekbare schoonheid. Tot de vader oud werd en voor zijn leven vreesde. Hij zocht een jongere man voor zijn dochter, zodat die voor hem en zijn dochter zou jagen en vissen. Hij bracht vele jagers naar zijn huis om Nulayuk te ontmoeten. Nulayuk keek naar haar eigen weerspiegeling in het water terwijl ze haar haren kamde en wees de geschenken en de mannen die eraan vasthingen af. Elke keer, elke man opnieuw. Sommige manhonden begeerden haar als een teef. Ze schopten ze van zich af. Anderen dorsten naar haar dijen en jankten als wolven. Ze negeerden hen. Niemand was goed genoeg voor Nulayuk. Anguta, haar vader, werd radeloos. Nulayuk, we hebben geen voedsel en we zullen verhongeren. Er is een jager nodig om voor ons te zorgen. De eerste, de beste jager die nu komt, zal de man zijn met wie je trouwt. In de tijd na de woorden van Anguta kwam er een vreemde jager in zijn kajak naar het eiland. Hij deed geen enkele poging om aan land te gaan, maar zelfs op afstand maakte hij een geweldige indruk. Hij droeg de dikste pelzen, leek in volle voorspoed, was gespierd en knap en een speer van zuiver ivoor lag op zijn kajak gebonden. Het vreemdste aan hem was de donkere waas die zijn ogen aan de ogen van anderen onttrok. Als Nulayuk en Anguta goed gekeken hadden, hadden ze de meest trotse onder de stormvogels herkend. Hij begon te zingen. In het begin stil en monotoon, daarna indringender. Hij weefde een lied van belofte, van liefde en verleiding. Het lied bekoorde Nulayuk. De man bekoorde Nulayuk. Nulayuk wist niet dat de vogelman over haar eiland was gevlogen, haar had opgemerkt en beslist had dat zij de zijne zou worden. Even kreeg haar vader argwaan, maar hij kon en wou Nulayuk niet tegenhouden. Gelokt door zijn lied stapte Nulayuk in zijn kajak en droomde van de weelde die deze geheimzinnige man haar beloofde. Kom met mij mee, dochter. Volg me naar mijn huis op mijn eiland. Je zult slapen op zachte berenhuiden en alleen het fijnste voedsel proeven. Kom met me mee, schoonheid, naar mijn eiland. Hij voer met haar naar het eiland van de stormvogels. Een vlucht stormvogels verwelkomde hun held met overvloedig gekrijs. Bij het eiland meerde hij de kajak aan en veranderde. Hij werd een stormvogel van het mannelijke geslacht. Eerst gruwde Nulayuk van afschuw, maar de vogel nam haar onder zijn vleugels en bracht haar naar zijn nest. Daar sloeg hij zijn donkere ogen naar haar op en zong zijn betoverende lied. Nulayuk liet zich meevoeren tot het lied zweeg. Toen zag ze het nest waarin ze terechtgekomen was. Ze zag geen berenpelzen, geen heerlijk voedsel. Ze zag visgraten en stukken vin die lagen te rotten. Het was er koud en de stank was niet te harde. Ondanks haar ellende bleef Nulayuk zitten in het web dat de vogelman met zijn charme geweven had. Ze waande hem de meest perfecte.
tot de vogelman op een dag, denkend dat zijn vrouw sliep, de zwarte waas voor zijn ogen weghaalde en zijn ware ogen liet zien. Nulihayuk deinsde geschokt terug, en toen hij als een roofvogel rondzwierf over de zee, hoorde hij voor het eerst haar verschrikte kreten. Nulihayuk besefte aan welk lot ze ten prooi gevallen was. Ze zong een lied en riep haar vader aan. In het begin stil en monotoon en daarna indringender zong ze voor haar vader. Die hoorde een lied uit de verte aanzwellen. Met een gebroken hart voer hij met zijn kajak naar het eiland van de stormvogels. Onder de rots met het nest hoorde hij het lied en de kreten van Nulihayuk. Nulihayuk sprong uit het nest en dook in het water. Haar vader viste haar op, trok haar in zijn kajak en roeide zo snel hij kon. Maar al gauw wierp de stormvogel zijn scherpe ogen op hen. Hij dook naar beneden en smeekte Nulihayuk bij hem te blijven. De stormvogel zong zijn indringendste lied om haar in zijn web te houden. Nulihayuk's hart brak, maar ze wou niet blijven. Toen riep de stormvogel de hulp in van de andere stormvogels. Samen ontketende ze een storm zoals de hemel en de zee nooit eerder gezien hadden. Het water draaide in kolken over de hoofden van Anguta en Nulihayuk. De wind, de regen en de hagel teisterden de kleine mensen in hun kajak. De vader werd bang, doodsbang. Hij vreesde voor zijn leven en wou Nulihayuk aan de vogelman teruggeven. Nulihayuk smeekte haar vader haar mee te nemen, maar de vader was doof van angst. Hij was bang verzwolgen te worden door het donkere water. Hij riep de vogelman aan. Hier heb je mijn dochter terug, kom haar halen. En hij duwde Nulihayuk overboord. De woeste stormvogel hoorde hem niet, maar zag wel hoe Nulihayuk probeerde naar de kajak te zwemmen om gered te worden. Ze proestte en gilde en greep de kajak met beide handen vast om zich aan boord te trekken. De vader wou haar van zijn boot afslaan, maar Nulihayuk hield vast. Toen pakte de vader zijn mes en sneed haar pinken af. Nulihayuk liet los. De pinken veranderden in zeehonden en zwommen weg. Nulihayuk verbeet de pijn en greep met haar verminkte handen naar de rand van de kajak. Haar vader sneed verblind door de stormvogels die zijn ogen wilden uitpikken, haar wijsvingers, haar middenvingers en haar ringvingers af. Weer viel Nulihayuk in het ijskoude zwarte water. Haar vingers werden walrussen en zwommen weg. Ten slotte reikte Nulihayuk met haar laatste krachten naar de lucht en de kajak. Haar vader hakte haar duimen af. De duimen zonken in het water en veranderden in walvissen. Nu zonk Nulihayuk naar de bodem van de zee. De maanman en de luchtgeest zagen haar zinken in de zee en gaven haar de macht over alle dieren. Nulihayuk, de zeegodin, mocht vrij over haar dieren beslissen. Haar vader ontsnapte aan de wraak van de stormvogel, maar op een dag overspoelde de vloed zijn eiland. Het getij greep de vader en trok hem mee naar het huis van walvisvinnen in de diepte waar zijn dochter woonde. Hij zag haar zonder vingers en voedde haar. Hij kamde haar haren, want dat kon ze zelf niet meer. Ze liet hem, alsof hij haar hond was, waken bij de ingang van haar benenwalvishuis. En als een sjamaan om voedsel kwam smeken, moest hij eerst voorbij de hond. De sjamaan moest voor haar zingen en haar haren kammen. Dan pas wou Nulihayuk weer dieren naar de oppervlakte sturen om de mensen te voeden. En zo waakt Nulihayuk over de voedselrijke, koude, donkere diepte die wij het meest vrezen. Kakiwak sloeg nog steeds op zijn drum. Het web bleef onaangetast. De mensen in de hut waren in een diepe transe verzonken. Enkele blikken kruisten elkaar in het middelpunt van het web. De blik van de vader van Anana, de moeder, Lukak en Kakiwak. Kakiwak lachte luid. Hij had niets te vrezen. Hij voelde zich veilig in het verhaal. En Lukak voelde zich veilig.
Lukak wist dat hij de godin geëerd had. Hij zou een goede jager blijven. Hij had Nulyayuk behaagd. En de goden laten zich graag vereren. De vader boog beschaamd het hoofd en schoof naast zijn vrouw. Daar voelde hij zich veilig. Hoe dan ook, hij had alle taboes gerespecteerd. De pitten in de lampen werden lager gezet. Een hitsige, broeierige warmte vulde de sneeuwhut. Vrouwen kleedden zich uit en lieten de mannen hun uitbundige naaktheid zien. De schaduwen vermengden zich. Op het witte vel van de sjamaan tekenden zich nieuwe webben af. Anana zag het opgerichte lid. Haar schoot gloeide. Het was heet in de sneeuwhut. Anana rilde van een wegennot onder haar pelzen, tot ze de ogen van de sjamaan op zich voelde. Kakiwak zei niets en zei alles, en zo was het goed. Anana weerstond de blik. Ze nam niet deel aan het mengen van het bloed. Zij legde zich te rusten op de slaapbanken en sliep in, ondanks het zuchten en kreunen van de parenden. Ze trok zich terug in de drum, in de hartenklop. Aan de andere kant van de sneeuwhut deed de sjamaan precies hetzelfde. Hij wachtte op zijn eigen transe, die zou volgen. Zij met één pink droomde. Ze liep over de witte vlakte en wist dat ze de horizon moest bereiken. Ze zag dat die zich niet verplaatste, dus moest zij er gewoon naartoe lopen. Ze zou de horizon bereiken, want daar in de lucht zweefde de stormvogel. Ze bereikte de horizon, waar de stormvogel op de rotsen landde en in een man veranderde. Anana was sterker dan deze vreemde mens, ook al was hij een man. Hij sprak een vreemde taal en had de ogen van Amarok, de wolf. Ze sprak in haar eigen woorden. Deze vrouw is alleen, er is niemand. Deze vrouw is op jacht en deze man is de prooi. Hij verstond haar niet. Anana werd wakker in de grote sneeuwhut. Kakiwak stond over haar heen gebogen. Een droomgeest heeft mij bezocht, Anana, de geest van een kabloenak. Een blanke man, zei Kakiwak. Anana dacht helder. Vertel mij de droom die je gezien hebt, ziener, vroeg ze. Om hen heen sliep nog bijna iedereen. Enkele kinderen kreunden zacht en besloten toch te blijven liggen tussen de warme, naakte lichamen onder de pelzen. Het was beter dan op te staan en op het eten te wachten. Dit is de droom die ik zag, begon Kakiwak. Er is een blanke man op komst naar ons land. Hij is groot, Juark. Zijn haar heeft de kleur van de zon. Hij is behaard. Hij spreekt een vreemde taal, draagt vreemde wapens. Onze jagers spreken onze taal. Wij verstaan de behaarde vreemdelingen niet. Kent hij de woorden? Kent deze man onze manier, de weg van ons, mensen? Kent hij de taboes? Begrijpt hij ze? Is er gevaar? Wat wil hij? Zie je een vrouw? Vroeg Anana. Kakiwak schudde het hoofd. Hij had geen vrouw gezien. Kakiwak verborg zijn blik. Was hij op zijn hoede? Of had hij haar, Anana, helemaal niet in zijn droom gezien? Anana liet niets los over haar droom. Ze wou zich niet meten met de oudere wijzere, Kakiwak. Ze wou niets van haar droom met hem delen. Vertel me wat Anana ziet, vroeg Kakiwak. Anana glimlachte, maar zweeg. Ze negeerde Kakiwak. Ze herinnerde zich het begin van haar eigen droom. Ze moest de rotsen aan de horizon bereiken. Ze wou naar de horizon waar de stormvogel zweefde. De donkere manen waren voorbij. De sterren hadden hun glans verloren. De zielen uit het noorderlicht zweefden niet meer vrij in de hemelen. Het licht van de zusterzon groeide helder aan de horizon. De kinderen wilden naar buiten. Ze wilde spelen. De jagers zuchten opgelucht. Toen de umiak klaar was, kamde de moeder het haar van Anana. Met aandacht en langzame halen
en naar 10 vingers kamde ze. Het bouwen van de umiak, het looien van de huiden, het had 3 seizoenen geduurd. Een vrouwenboot stond gespannen. Toen vloeide er water en bloed tussen de dijen van Anana. De pijn sneed haar de adem af. Anana hurkte op de pelzen in de iglo en hijgde zwaar. Ze golfde op het ritme van de krampen en gaf zich over aan de pijn. De moeder ging op haar knieën achter haar dochter zitten. Ze sloeg haar armen om de buik van Anana en drukte. Anana kreunde en huilde, sloeg wild om zich heen en met een lange kreet dreef ze de vrucht haar wereld uit, de wereld in. Haar moeder ving het kind op en beet de navelstreng tussen moeder en kind door. Het kind was van het vrouwelijke geslacht. Ergens op het pakijs, bij een ademgat, keek Lukak op. Hij had een kreet gehoord. Van een kind, van een geest, van Nulliyayuk. Zijn vreugde was groot en zo overmoedig was hij dat hij een ringelrob ving. 13 winters geleden was een andere jager beschaamd teruggekeerd naar de kreet. Nu keek diezelfde jager naar de vluchtganzen die over de vlakte scheerden om achter de heuvels neer te strijken. De zomer beloofde een overvloed van vogels en eieren. Het kind was perfect. Het had 5 vingers aan elke hand. Anana bond het koordje met de 3 vingerkootjes om de hals van het kind en legde het aan haar borst. Met het kind aan haar borst steeg Anana als een geest met vleugels op, boven het dorp. Haar vleugels sloegen vanzelf. De lucht droeg haar. Het kind zoog zich vast aan haar borst. Anana's ogen overschouwden het kleine dorp op het ijs bij de riviermonding. Het ijs stond op het punt te breken. Het zou niet lang meer duren. De gezinnen deden het werk dat gedaan moest worden. Sneeuw hakken om smeltwater te maken. De honden voeren voor de komende trektochten. De kinderen speelden vechtspelletjes en lieten hun energie de vrije teugel. Anana zag het. Haar vader vocht tegen de elementen en bracht zeehonden mee. Haar moeder schraapte alle huiden die de jager aanbracht. Er was blubber in overvloed voor de lampen. Anana zag ook zichzelf. Anana zat in de iglo, een eiland met alleen haar en het kind erop. Ze zag Kakiwak handenwringend in zijn eigen iglo. Hij wachtte tot zij, Anana, naar hem toe zou komen. Hij wist dat ze zou komen, dat wist hij met zekerheid. Hij wist niet hoe hij met deze vrouw moest omgaan. Anana zou met hem omgaan. Kakiwak voelde zich onzeker. Hij was bang. Het was een angst die hij nauwelijks kende. Anders dan de gebruikelijke angst voor storm en wind, voor de plotselinge witte leegte waarin lucht en land uitgevlakt waren. Anders dan de angst voor de ijsbeer die opdoemde of voor de diepte van de ijskoude zee. Deze angst kon hij niet begrijpen, maar hij wist wel dat ze betrekking had op de vrouw Anana en haar macht. Haar macht was sterker dan de zijne. Het besef maakte hem weerloos en bang. De vleugels en de ogen daalden uit de hemel en Anana besloot naar de hut van Kakiwak te lopen. Ze legde het slapende kind in haar rugbuidel. Kakiwak wist dat ze eraan kwam, lang voor Anana haar komst roepend aankondigde. De klan heeft een verteller nodig die het verhaal vertelt van de vrouw die weggaat, zonder jager, en haar kind achterlaat, zei Anana vastbesloten. Ze was niet gekomen om zijn raad te vragen of zijn hulp af te smeken. Ze had hem niet nodig. Ze was gekomen om hem in te lichten over haar besluit. Ze droeg haar macht aan hem over. De vrouw van Lukak heeft genoeg melk voor 2 kinderen, antwoordde Kakiwak slim. Dan heeft het kind genoeg moeder, knikte Anana tevreden. De zaak was geregeld. Komt Anana terug naar het kind en de moeders? Wou Kakiwak weten. Laat je dromen je dat voorspellen, Kakiwak. Het land is groot en het leven is zo lang als de adem duurt. Alles is mogelijk voor iemand die ademt.
Blijf bij mij als mijn vrouw, fluisterde Kakiwak geslepen. Anana keek op hem neer. Er is niets dat Kakiwak deze vrouw te bieden heeft. Kakiwak is een verteller voor mensen. Andere vrouwen zullen daarom zijn lichaam warm houden. Anana houdt zichzelf warm. Zo doorbreekt Anana de taboes. Het wild zal wegblijven, zei Kakiwak bang. Het wild zal er altijd zijn, ook als Anana weg is, beloofde Anana. Die woorden stelde Kakiwak gerust. Anana had al haar macht aan hem overgedragen. Sereen legde Anana haar kind in de handen van de sjamaan. Zorg voor mijn vrucht en de dieren blijven komen, waarschuwde Anana hem. Ze liet het kind achter. Kakiwak bracht het snel naar de iglo van Lukak. Er mocht het kind niets overkomen. Het was beschermd door machtige geesten en geboren uit de schoot van Anana, de sprakeloze. Het kind was hulpeloos en weerloos, zolang het geen woorden had. Als de moeder van Anana het kind de woorden en het webspel zou leren, zoals ze ooit aan Anana had geleerd, werd het kind een te duchte aandenken aan de moeder die er niet was en die men niet kon zien. Anana had zichzelf achtergelaten. Anana dacht een laatste keer aan Lukak. Het kind kwam hem toe. Hij had Nulyayuk behaagd. Het kind zou zorg dragen voor haar verwekker. Het droeg immers de herinnering van het land in zich, de belofte van het vlees, de herkenbare slijmen van monden en dijen. Zonder kind keerde Anana terug naar het huis van haar ouders. Ze begon de slee te laden als voor een verre reis. Ze had geen hulp nodig. Haar moeder pakte gedroogd kariboevlees in en buidels vol blubber en bloed. Ze stopte Anana haar beste traanlamp in de handen. Haar vader keek toe met de ogen van een stervende kariboe. Ze heeft de wil van de jager en de wijsheid van de Inuk om haar weg te vinden. Meer zei de moeder niet tegen de vader en ze lachte. Nu zag de man hoe de moeder altijd al gelachen had. Hij boog het hoofd. Hij eerde haar om die lach. Zij met één pink verliet het kamp. Ze liet het kind achter bij de vader en de moeders en de sjamaan. Ze vertrok met een leegte in zich. Haar naam was Anana, de moeder. Zo zou Kakiwak zijn verhaal over haar beginnen. Anana liep op de dreun van haar ademhaling. Als ze moe werd, liep ze op haar hartenklop, zonder zich te veel in te spannen. De sneeuwschoenen onder haar laarzen waren als de poten van een zeevogel. Arna, de wolfshond, trok de slee en achter haar liepen drie honden uit het span van de vader van Anana. De pups van Arna had ze geruild voor sterke trekkers. Behalve Arna, de teef en de andere honden zag Anana niets dan het grote ene. Ze liep naast de slee met de umiak en de speren en naast haar schaduw, die langer en korter werd. Haar schaduw bepaalde de koers en de roep in de verte. Anana hoorde de roep, mysterieus, en niet van de wereld die ze met haar ogen kon zien. De roep van de godin, het lokken van de horizon. Ze wist niet waarheen en waarom. Elk gevaar was anders dan het gevaar dat voor haar lag. Het web in haar hoofd was weg. Het witte scherm lag roerloos en uitgestrekt voor haar. De woorden waren weg. Anana leefde in het grote zwijgen. Tijd bestond niet zolang ze liep. Anana stuitte op een smalle in het land dringende inham. Een steenuil cirkelde boven de fjord. Daar koos Anana de kampplaats. Op de heuvels zou ze genoeg bessen en planten vinden als het ijs ontdooid was. De rotsen gaven haar en de honden beschutting tegen de wind uit het westen. De rivier, nu nog bevroren, was dichtbij. Onder de nooit ondergaande zon kon ze met stenen en pelzen een hut tegen de rotswand bouwen. Ze ankerde haar slee, laadde de umiak af en vond het sneeuwmes. Ze bouwde een iglo. Later zou er wel een stenen hut komen. Daarna ging ze op jacht, om haar spoor na te laten, om haar domein te verkennen. De honden moesten gevoed worden voor ze gingen slapen. Het was de eerste nacht dat Anana in haar eigen hut sliep en zich liet onderdompelen in haar eigen slaap. Hier was ze veilig bij zichzelf,
Hier had de warmte tussen haar dijen genoeg aan zichzelf. Tot de roep haar weer onrustig maakte, Anana pakte de speer en de boog en dwaalde over het ijs op zoek naar voedsel voor zichzelf en haar honden. Zo stilde ze de hunker in haar lijf. Het roepen begon, het ijs kraakte. Het gedonder van scheurend ijs beefde hoorbaar over het land en door de lucht. Opstuivende sneeuw wervelde als rook om de rotsen. De stormgeesten gierden om de pieken van graniet en floten als demonen. De grond brak in kloven en meertjes. Zompige aarde verscheen en lokte ganzen en reigers naar plekken waar ze hun nesten konden bouwen. Vossen en marters slopen door de toendra op zoek naar pasgeboren jongen uit de eieren. De lucht gonsde van het geluid van leven. Anana bouwde voor zichzelf een stenen hut, die ze met mos en huiden bedekte. De hut was één met het landschap. Vlinders en hommels zwermden tussen de papavers. Het smeltwater stroomde in gulpen van de flanken van de fjord naar de rivier. De meren vouwden zich open voor de ontelbare alken en stormvogels. Met haar bewegelijke oemiak roeide Anana de zee op om te jagen en om de stormvogels gade te slaan die in grote aantallen gekomen waren. Waar stormvogels waren, was er vis. Veel vis. Ze zag de vlucht van de stormvogel, haar stormvogel tussen alle andere stormvogels. Hij dook naar de school sardines die onder het wateroppervlakte samentroepte. Na de vangst deelde hij zijn prooi met niemand. Hij kon alle andere vogels van zich afschudden. Anana volgde die ene vogel. Alsof ze een vogel uit de lucht nog nooit in het water had zien duiken. Ze zou deze stormvogel tussen de andere herkennen. Die ene vogel, die dook als een visarend, de meest sierlijke die ze ooit had gezien. Zou de wraakgodin net zo ontroerd zijn als zij? Ze wist niet waar deze vogel nestelde. Hij verscheen boven de rotsen als de zon laag aan de horizon stond, verdween als het licht verblindend was en keerde terug naar de donkere rotsen als de zon weer laag aan de horizon stond. Anana hoorde het snijdende gepiep voor ze de mistwolk zag. Vaag herkende ze het gesnerp, het klagelijk huilen van de narwal, de zee-eenhoorn. Nulihayuk was haar erg gunstig gezind als ze haar edelste dier uit de diepte zond. Misschien kon zij hem in het nauw drijven, misschien kon zij hem verwonden, misschien kon zij hem doden. Misschien was er dan genoeg voedsel voor de honden om de winter door te komen. Het was zo lang geleden dat ze nog muktuk, walvissenhuid, geproefd had. De zenuwen van de narwal vormden betere draden dan de pezen van caribou's. Maar ze kon dit dier nooit alleen doden, ze had jagers nodig. Ze volgde de zee-eenhoorn in zijn mistige wolk. Pff, pff, klonk zijn ademhaling. Zijn adempluimen verstoven kristallen boven het zeeoppervlak. Ze was op haar hoede voor een aanval van de zee-eenhoorn. Met zijn ivoren tand mocht hij haar oemiak niet doorboren. Ze volgde hem en hield haar harpoen klaar. Als hij moe werd, moest ze hem treffen achter zijn vin in zijn longen. En hopen dat hij niet meteen dood was, niet onmiddellijk zou zinken. Toen Anana aan de overkant van haar fjord voer, stak de storm op. Er was geen tijd om haar kust te bereiken. Ze moest een andere aanlegplaats vinden. Alles ging heel snel. Anana was terechtgekomen in een waterwereld, zonder hemel waarop ze zich kon richten. De mist had haar opgeslokt. Ze gaf het peddelen op en gebruikte haar lichaam om de oemiak in evenwicht te houden. De wind gierde en kronkelde als een zeeslang. Red mij, riep Anana naar de storm. Red mij, riep ze om haar moeder. Red mij, riep ze naar de geesten. De stroming voerde haar mee. Tussen de opspattende golven kon ze zwarte rotsen eilandjes in zee zien opdoemen. Ze zou te pletter slaan, verdrinken en naar de diepte gezogen worden. Waar was het land? Waar hield het water op? Ze gaf zich over aan haar boot op de golven in de storm. Ajor Namat, het zei zo. Opeens gooide het water haar en haar boot op de rotsen. De oemiak zat vast in een kloof en de huiden scheurden.
Anana klampte zich vast en liet het ijskoude water over zich heen spoelen. Zo plotseling als de storm opgestoken was, zo plotseling nam hij weer af. Trillend licht priemde door de mist. Toen ze om zich heen keek, zag Anana dat het land vlakbij was. Het leek onaangeraakt door een inhoek. Anana moest een schuilplaats zoeken om te overleven. Ze griste haar harpoen en de messen uit het wrak van de umiak en waadde tussen de rotsen en mosselbanken naar het land. Ze was doorweekt. Haar kleren moesten zo snel mogelijk drogen. Ze zou op zoek gaan naar een klein meer tegen de rotswand. Warme modder kon haar redden. Een felle zon gulpte door de wolken. Met het verblindende licht in haar ogen zag ze de man niet komen. Hij doemde op als een bewegende zwarte vorm. Eerst leek hij op een zwarte beer. Maar toen zag ze hem. Een man, doorschijnend als pas gevormd ijs. Zijn haar had dezelfde kleur als de veren van de stormvogel. Anana bleef roerloos staan. Had de storm haar in een andere wereld gegooid? De pelsjager riep zijn hond terug, toen hij zag dat de doorweekte bundel een inhoek was, een inboorling van dit land. Hij had andere trappers over rauwe vleeseters horen spreken. Hij had er zelf nooit een ontmoet. Deze inboorling was ongevaarlijk, half verdronken. De pelsjager was blij met het gezelschap. Deze inhoek was nog maar een kind, leek het. Of waren ze allemaal zo klein? De man keek oplettend naar het gezicht van de figuur die voor hem stond. Lieve deugde meisje. Ik heet Thierry, zei hij in wat hij dacht dat haar taal was. Het meisje antwoordde niet en gaf ook niet te kennen dat ze hem verstond. Ze keek hem recht in de ogen. Van heel ver kwam haar blik. Thierry draaide onderzoekend om haar heen, terwijl het meisje roerloos bleef staan. Taal was nu van geen belang, dacht Thierry. Dit kind had gouden bescherming van warme kleding nodig. Ze moest zo vlug mogelijk van die pelzen af. Kom, zei hij. Hij trok haar aan de arm mee en floot naar zijn hond. Het meisje volgde hem. De pelsjager liep voorop naar de kleine schuur die hij voor zichzelf gebouwd had. Hij versnelde zijn pas om haar in beweging te houden. Haar kleren moesten loodzwaar en ijskoud zijn. In de hut draaide hij de petroleumlamp hoger. Hij praatte onafgebroken over niets in het bijzonder, om haar gerust te stellen. Hij zocht enkele pelzen en gooide die voor haar voeten. Ze keek naar hem en daarna naar haar voeten. Ze had het begrepen. Ze trok haar pelzen uit, laag na laag. Een dier dat vervelde uit zelfbehoud. Haar naaktheid maakte haar niet schuchter, maar de man wist zich geen houding te geven. Ze droogde aandachtig elk plekje van haar lichaam. Hij kreeg het warm. Klein en vol in haar lichaam stond ze voor hem. Hij sloeg een huid om haar schouders en liet haar op de beste plek zitten, op zijn slaapbank bij het vuur. Aarzelend zette hij thee en hij begon opnieuw te praten, zonder haar aan te kijken. Na maanden eenzaamheid in deze wildernis was er iemand tegen wie hij iets kon zeggen, ook al antwoordde ze niet. Maar ze hoorde hem wel en dat bevestigde dat hij kon spreken, dat hij leefde. De pelsjager had nog een beetje suiker en wat nagelkruid voor bij de thee. En hij herinnerde zich dat hij op eierjacht was gegaan, voor de storm opgestoken was. Hij had het meisje gevonden toen hij naar de mosselbanken wou om aangespoelde kreeften en zeewier te zoeken. Hij schoof haar de eieren en een mok thee toe. Drink, gebaarde hij. Goddank, ze dronk. Ze at nog bevroren eieren. Alles kwam goed met haar. Dat lust je wel, hè? Vroeg hij. Hij verwachtte geen antwoord. Kon ze wel spreken? Toen ze gegeten en gedronken had, stond ze op en gaf hem de mok terug. Hij kon zijn blikken amper van haar lichaam afhouden. Ze liep naar de opgespannen vossenhuid op het raamwerk, pakte de schraper alsof ze niets anders gewend was en schraapte het vel schoon. Nee, dat hoef je niet te doen, zei Thierry. Maar ze keek op nog om. Het meisje keek om en lachte zonder geluid. Haar donkere ogen schitterden. Nu zag hij hoe bessenrood haar volle lippen waren. Hoe klein en perfect haar neus. Haar gezicht was gaaf met hoge jukbeenderen. Ze had witte tanden en blauw-zwart glad haar. Hij nam haar wild in zijn armen, tilde haar op en viel, half op haar, op de slaapbank.
Zijn mond en zijn handen waren overal. Ze lachte. De begeerte overweldigde hem. Hij spreidde haar dijen en ging op haar liggen. Ze was zo klein alsof ze zou splijten. Hij kwam snel. Toen zag hij dat aan haar kleine hand een pink ontbrak. Ze had geen woord gezegd. Anana had geen woord gezegd. Ze vloeide uiteen in een waterval van sterren, in het licht van de dode zielen. Ze danste. Haar lichaam reikte naar een warm beursgenot. In haar droom was de man kleiner geweest. De droom was niet volledig. De man voor haar op het strand was groot geweest. Ze was hem gevolgd, de grote man, Djuark. Ook zijn hut, opgetrokken uit vol hout, klopte niet met de droom. Geen berkentwijgen, geen turf of grassen. In zijn hut waren voorwerpen die ze nooit eerder gezien had. Sommige herkenden ze als wapens, andere als huisraad. Terwijl ze zich uitkleedde, sloeg ze hem nauwlettend gade. Ze verstond niets van zijn taal en haar eigen stem vertrouwde ze niet. Nog niet. Hij gaf haar pelzen, een kleverige drank in een vreemde drankschaal en eieren. De opgespannen vossenhuid herinnerde Anana eraan dat ze geboren was als een meisje. Ze volgde haar instinct. Het mes naast de huid was geen ulu, maar duidelijk een schraapmes. Al die tijd had ze de grote man Djuark bespied vanuit haar ooghoeken. Hij was een hond, hij was een vogel, hij was de man die ze zelf geweven had. Ze zou de adem toelaten tot diep in haar buik. Daar zat de kracht die ze overgehouden had na de storm, de kracht om ook hem te weerstaan. Ademen en wachten, wachten en ademen. Maar hij was snel, Djuark. Zo snel had hij haar gevangen en op zijn nest gegooid. Zo snel had hij haar bezeten. Ze ademde hem in. Toen hij weer rustig werd, had hij haar hand genomen en de ontbrekende pink gezien. Het ontroerde hem. Hij zag het kind. Hij zag het meisje. Hij zag de vrouw. Ze ontroerde hem zo dat hij zijn hoofd in haar schoot legde om haar ogen niet te zien. Ze ging met haar vingers door zijn blonde haar. Djuark, fluisterde Anana. Thierry, zei hij. Zijn stem was diep en trilde. Zo lagen ze samen onder zijn pelzen. Hij slapend, zij met open ogen. Toen hij wakker werd, nam hij haar teder. Ze glimlachte, zijn zaad was warm. Daarna stond ze op en vroeg hem met haar handen hoe ze het vuur moest aanmaken. Van toen af aan communiceerde ze met gebaren. Djuark, zei hij, en haalde de schouders op. Het leek vaag op Thierry. Hij nam genoegen met Djuark, wat het ook betekende, als zij het zo wou. En jij, wees hij, Anana. Ze herhaalde het een paar keer. Haar stem klonk diep en wijs voor een meisje. Anana, zei hij haar na. Hij streelde haar lippen. Thierry genoot van elke minuut. Hij voelde zich een kind dat voor het eerst een vriendje vond en alles wou laten zien en vertellen wat hij had en wie hij was. In zijn uitbundigheid omhelsde hij haar. Anana glimlachte bij alles wat ze samen deden. Hij wou met haar naar buiten. De zee was vlakbij, de hond moest gevoerd worden en de zomer was op zijn uitbundigst. Net als de muskieten en de muggen. Ze redden wat er nog te redden viel van de umiak. Bij goed tij zochten ze mosselen en kreeften. Ze visten zalmforel in de rivier. Anana sneed de vissen vakkundig open om ze te laten drogen. Ze schrok als hij op ganzen schoot. Ze had nog nooit een geweer gezien of de donderende dood ervan gehoord. De pelsjager zag in haar het kind dat voor het eerst de dingen ontdekt. Dan wou hij met haar naar binnen. Djuark, lachte ze dan en hij smolt als pakijs. Ondertussen had Anana een nieuwe taal ontdekt. Ze sneed figuren uit alles wat ze kon vinden. Beenderen, geweien, botten, zeepsteen. Ze beeldhouwde onmiskenbaar een man, een vrouw, zichzelf meteen pink, een kind en vier honden. Ze liet hem haar familie zien. De man werd onrustig. Hij wist niet eens of dit kind meisje aan iemand toebehoorde. Een man, een vader, een klan. Waar waren de andere Inuit? Dichtbij, veraf. En hoe zouden ze reageren als ze hem vonden met Anana? De man wou niet ontdekt worden. Hij wou dat alles bleef zoals het was. Hij was geen pelsjager die in zijn onderhoud moest voorzien. Hij was niet langer de eenzame trapper die de bewoonde streken ontvlucht was, omdat hij er zich niet vrij voelde. Hij was Thierry Djuark en dit land had hem aanvaard.
De absolute aanwezigheid van het land was niet langer vijandig. Het land was er. Onaangeraakt, stil, volledig. Hij had het gevoel teruggezogen te zijn van tijd naar ontijd. De zomer voltrok zich in harmonie. De ontijd bood een weelde van mosselen en schelpen, alken en hoenders, walrussen en een eenzame zee-eenhoorn. Toen kwamen Arna en de andere sledehonden. Uitgeput en hongerig hadden ze de boog om de fjord gewaagd en Anana gevonden. Anana was blij als een kind. Jerry merkte dat de vier benenfiguren van honden verdwenen waren, terwijl de mensen als totems rechtop blijven staan. Thierry Joarek wist dat hij een wijze vrouw had. Hij had haar waardigheid en haar trots ontdekt, die groter waren dan haar dapperheid. Hij had vele vrouwen gekend in zijn thuisland. Vrouwen met parels en juwelen, visvrouwen en hoeren, meisjes en Indiaanse vrouwen. Geen vrouw was als Anana. Geen enkele vrouw droeg haar huid zo trots als dit meisje. Ze lachte veel, zei weinig, liet alles zien met haar handen, alsof die een web van woorden konden weven. Ze aanvaarde elke taak, hoe hard ook. Ze hielp hem de klemmen uitzetten, of deed hem voor hoe zij het zou doen. Ze leerde hem met de speer vissen, achter de dammen die ze in de rivier bouwden. Ze had een instinct voor wild en wees hem de waadplaatsen van de kudde caribou's op hun terugtocht naar het zuiden. Ze verzamelde bessen en mossen. Ze was niet te beroerd om de slee te laden en te sturen. Ze hanteerde de zweep als een man en ze liet hem rauw vlees eten. Toen alles dichtvroor, nam ze hem mee naar de andere kant van de fjord. Daar vonden ze haar optrekje van turf en stenen. Het was intact. De opgeslagen voedselvoorraden voerden ze aan de honden en wat bewaard kon worden, borgen ze in een ijzige opslagplaats. Ze trotseerde sneeuwstormen, ijskloven en nukkige weergeesten op hun weg terug. En toen ze bij zijn hut aankwamen, sneeuwde de winter hen in en bleef het duister, behalve op volle maansdagen. Zo overwinterden ze bij elkaar en leefden van de voedselvoorraden die ze aangelegd hadden. Ze speelden spelletjes, schraapten huiden, rookten de weinige tabak die ze hadden. Ze keken naar de poollichten die in grote nevels van groen en geel over de bevroren wereld flitsten. Hij sprak haar taal. Hij vroeg waar ze vandaan kwam. Daar vandaan, wees ze naar nergens. Zijn er nog meer Joarks? Vroeg Anana. Thierry wees naar de sterren in de hemel. Er zijn meer mensen dan caribou's, zoveel mensen als stenen op het strand. Te veel, lachte Anana. Tot haar lach, vol van zichzelf, hem benauwde. Hij zag de eerste zwelling van haar buik en hoe ze erdoor veranderde. Hij raakte in ademnood, hij stikte in de vrijheid met haar. Ze verlamde hem als jager, als man. De man werd bang. Bang werd de pelsjager, voor de eindigheid, voor de intimiteit. Hij zocht een uitvlucht, hij vluchtte. Hij had het over de huiden en de prijzen in natura die hij daarvoor zou krijgen. Anana dacht aan haar vader en aan het aanzien van de jager. Ze begreep hem en liet hem geloven in de vlucht. Hij vluchtte gretig. Hij vluchtte toen er genoeg licht was om veilig te reizen. Anana hielp hem haar slee laden. Ze stuurde Arna haar teef met hem mee. Ze bleef achter. Anana voelde het leven in haar. Het was groot, het was Joarek. In haar slaap droomde ze een droom. Deze vrouw is de eerste vrouw. Zij is dit land. De oude man kent haar niet. Deze vrouw is hier altijd geweest. In het begin, toen dieren en mensen dezelfde taal spraken, was deze vrouw er al. Zij en de oude man van het land. Ze sliepen samen onder de zon. Ze waren jong toen. Zijn adem was vuur, zijn mond was altijd open, hongerend naar de hemel. Herkende deze oude man haar? Was ze nog in zijn dromen? Droomde hij haar met volle heupen, hunkerende dijen, ronde borsten? Of sliep de oude man nu onder de sterren, vergeefs dromend? Deze vrouw is de eerste vrouw. Er waren mensen die gegaan zijn om nooit terug te keren. Er waren veel mensen. De mensen woonden samen, lachten samen. Ze dachten dat het land van hen was en de zee. Ze zullen deze vrouw nooit vinden. Deze vrouw is de eerste vrouw.
en omdat ze de eerste was, wist ze dat hij zou komen met lege handen. De grote man met de lege handen, met gaten in zijn handen. En als het land zou nemen wat het land toekwam, zouden er alleen beenderen overblijven. Beenderen waren wat overbleef. De man slaapt en loopt onder de zon en weet niet waarom. Deze vrouw weet dat ze de eerste was en dat ze de schaduwen van mannen verzamelt. Dit is haar land. Misschien vertelt ze de man verhalen die rond beenderen geweven zijn, of rond zielen, of rond adem. Misschien vertelt ze de verhalen van de stormvogel en de hond. Misschien vindt de man die vrouw in verhalen van beenderen en botten en vlees en slijm. Misschien, als deze vrouw het wil, misschien vindt de man deze vrouw in dit land als het web van een spin vol licht. Misschien, misschien niet. Deze vrouw is de eerste vrouw en dit is haar land. De man vindt haar nooit, of nauwelijks. Anana had haar umiak hersteld en wachtte op het breken van het ijs. Ze wachtte op de terugkeer van de stormvogels en op het balsen van de zee-eenhoorn. Ze telde de manen op haar vingers, zoals Juarke daar geleerd had. Als het waar was wat hij haar geleerd had, was hij niet nutteloos geweest. Hij was daar, ook al was hij er niet. Of hij zou terugkomen zoals de stormvogels, was van geen belang. De zekerheid van de stormvogels was er. En ze had zijn geweer als bescherming tegen de ijsbeer. Anana ving robben onder het ijs. Ze was weer jager, visser, zij die voor zichzelf zorgt. Ze herinnerde zich alle keren dat ze met haar vader was gaan jagen. Denk als de rots. Denk als de wolf. Denk als de vogel. Denk als de rob. Alleen dan kun je je dier vangen. Alleen dan ben je een echte jager. Ze luisterde naar de klagelijke roep van de roodkeelduiker. Ze bootste de kwelende zang van de sneeuwgorzen na, om de ijzige traagheid te doorbeken. Ze sprak de foetus in haar buik toe en herhaalde de magische woorden die haar moeder haar geleerd had. Haar dromen reikten naar het andere kind bij de moeders. De pelsjager vond zijn weg terug. Hij trof haar gezond en hoogzwanger aan in zijn hut. Hij had maanden tegen zichzelf gevochten en tegen wat hem geleerd was sinds zijn geboorte. Het duurde maanden om af te leren en te vertrouwen op het land, tot het land in hem een kaart geëtst had. Alles wat hij doen moest, was zijn innerlijke kaart volgen. Hij had het voornemen met haar te trouwen, van hun kind het zijne te maken, haar voor te stellen als zijn vrouw in zijn wereld. Hij was vastbesloten. Anana nam hem weer tot zich en verzadigde zijn lendenen met haar schoot, haar handen en haar lippen. Juwark, herhaalde ze telkens weer. En hij, Juwark, was ontroerd, omdat hij haar gratie en haar taal herkende, omdat hij zijn hoofd op haar bolle schoot kon leggen en zij met haar vingers door zijn haren streek. Het ijs brak. Het land werd zompig en drassig en de vogels nestelden. Anana werd ziek. Ze kreeg koorts. Ziek zijn was voor haar ondenkbaar. Ze dacht dat ze immuun was voor de man die haar zwanger gemaakt had. Ze vergat de droom van Kakiwak, zijn waarschuwing dat deze man de weg, de taboes van de Inuk, niet kende. Er was geen moeder, geen andere vrouw om haar te verlossen. Het ongeboren kind vocht in haar lichaam. Anana zonk weg in dromen en ijlde. Ze sprak over de klan, 4 dagreizen ver, aan de andere kant van de heuvels. Juwark baalde haar hete lichaam in ijskoud water. Hij koesterde haar als een vogeltje. Haar zwakheid ontroerde hem en hij was radeloos toen hij zag hoe het leven van het kindmeisje wegvloeide als het zaad tussen zijn vingers. Hij werd verteerd door schuld en schaamte. Toen wou ze hem iets duidelijk maken. Ze vroeg om de beelden die ze gekerfd had. Ze wees hem de stand van de sterren en de richting die hij moest volgen. Naar haar klan. Anana, vraag naar Anana, herhaalde ze ijlend. De pelsjager knikte. Hij had haar ziek gemaakt, hij had haar weerstand gebroken, hij had haar achtergelaten en verraden. Hij ondersteunde haar toen ze naar de open zee liep. Haar ogen waren helder, schitterend bruin. Ze glimlachte en riep om haar moeder. Anana! Ze had een beeld voor zich dat hij niet kon zien. Zo gleed ze uit zijn armen in het water.
Het meisje met zijn kind werd koud en roerloos. De man voer met haar onschuldige lichaam in de Umayak naar de open zee. Daar liet hij haar zinken naar haar diepte, waar ze weer tot leven zou kunnen komen, tussen het zeewier en de botten van de walvis. Thierry pakte de hoogst nodige spullen. Hij riep Arna en de andere wolfshonden. Hij volgde de koers van de sterren, zoals Anana die voor hem uitgestippeld had. Bij het dorp trof hij alles aan, zoals hij het hem beschreven had. Hij vroeg naar Anana. De toepilaks die ze gesneden had, liet hij zien aan de meest gerespecteerde jager van de klan. De sjamaan nodigde hem uit. Thierry werd ontvangen als een lang verwachte blonde vreemdeling. Die nacht werd hem een kind gebracht in de hut van Kakiwak, de sjamaan. De vrouw die het droeg heette Anangaib. Het kind had grote donkere ogen, een vuurrood rozenmondje en een kleine perfecte neus. De kleine handen en voeten waren van een sierlijke schoonheid. Om haar hals droeg het kind een snoer met de kootjes van een pink. Anangaib bood zich aan de jager aan. De pelsjager aarzelde niet en nam de vrouw tot zich, als in een oeroud ritueel. Hij vervulde de taboes en trok zich terug in de schemer van de speklamp. Al die tijd was het bijzondere kind hem blijven aankijken, met de ogen wijd open, als wou ze niets missen van de bewegingen tussen de man en haar moeder. Verwijtende ogen, verlangende ogen, hongerige ogen, sprakeloze ogen. Toen zijn lust bevredigd was en de vrouw wegging van de slaapbank, wenkte hij het kind. De jager trok het kind tegen zich aan. Hij vertelde het verhaal. Er was eens een meesmeisje, zonder vader, zonder moeder. Ze woonde in een dorp op een van de vele eilanden. Niemand zorgde voor haar, niemand gaf haar te eten. Ze stal bij de honden de resten van mergenbloed. Zo hield ze zich in leven. Op een dag besloot de clan te verhuizen naar een ander land. Ze pakten hun spullen en laadden alles in een grote Umayak. Mannen, vrouwen en kinderen stapten in de Umayak en voeren weg. Ze lieten het weeskind achter. Het raakte in paniek. Laat me niet achter. Niet zo. Niet alleen. De boot dreef weg. Het kind stapte in het ijskoude water en waadde naar de boot. Het water reikte tot aan haar kin. Ze greep zich met beide handen vast aan de rand van de boot en smeekte dat ze haar zouden meenemen. Een van de jagers pakte zijn mes en hakte haar pinken af. Het kind sloeg achterover in het water. De pinken veranderden in zeehonden die het meisje weer naar boven droegen. Met haar bloedende handen klemde ze zich opnieuw vast aan de rand van de boot en huilde. Weer pakte een jager zijn mes en hakte vingers af. Het meisje liet los en zonk. De vingers veranderden in walrussen. Met hun slagtanden brachten ze het meisje weer naar de oppervlakte van de zee. Met haar beide duimen klampte ze zich radeloos vast aan de Umayak. Red mij, schreeuwde ze zachtjes. Een jager hakte ook haar duimen af. De duimen veranderden in narwals. Het meisje zonk naar de bodem van de zee en de dieren van haar handen doken met haar mee. Nu leeft het meisje in het skelet van de grootste onder de walvissen. De dieren zorgen voor haar en als zij zingt, mogen ze naar boven, naar de mensen. Als het meisje huilt om het grote onrecht dat haar is aangedaan, komen er geen dieren naar het zeeoppervlak. Alleen als er een wijze sjamaan de reis naar de bodem aandurft, haar haren kamt omdat ze geen vingers meer heeft en haar eert als de grote moeder van de zee, stuurt ze haar dieren weer naar boven en kunnen de mensen weer eten. De naam van het meisje was Anana, moeder. Maar nu heet ze Nulliyayuk, grote moeder. Het kind luisterde naar de stem van de man. De stem bracht rust. Het kind luisterde naar de stem van de grote man. Ze herinnerde zich een oeroud woord. Het klonk als zoete melk. Anana. Ze hoorde de hartenklop, het bonzen en het web in haar hoofd werd stil. Zo kon het kind slapen. Tegen de borst van de man, met de drie vingerkootjes tussen hen in. Het kind kreeg een naam. Het kind kreeg de naam van haar moeder. Anana.